Hallo, hallo. Nou, zijn jullie al lekker in de kerststemming met deze muziek? Ik had zin in een keer wat nieuwe muziekjes, dus ik dacht het is 1 december, 2 december, dus het mag. Vanaf nu doen we lekker elke keer in de intro gewoon lekkere kerstvibe muziek. Dit was niet, het is niet de kerstmuziek natuurlijk die je normaal gesproken luistert, maar dit is de kerstmuziek die ik mag gebruiken. Hi, yay, hallo. Gezellig, leuk dat jullie er allemaal weer zijn. We gaan vanavond Overcooked spelen. Samen met Kitta, samen met Jessie en met Rick. Hey, bij Patrick. Leuk, welkom bij de Creative Crew. Superleuk. In de vorige stream hadden we trouwens All Sweet Games erbij kwam. Want toen noemde ik het Alles Weet Games. All Sweet Games natuurlijk. Toen ik terugging moest ik zo hard lachen. Soms gaat het zo snel voorbij. Dan zie ik het zo slecht. Wat erg. Wat zit je haar weer leuk? Nou, dankjewel. Dat valt wel mee hoor. Maar dankjewel. We waren weer achter de schermen druk bezig hoor. Om alle audio weer goed te krijgen. Netjes op tijd, zegt Kars. Nou, we waren dus 2 minuutjes te laat. Maar poepoe. Dat valt mee toch? Vorige week was ik er gewoon helemaal niet. Dus dan kan je beter 2 minuten te laat komen. Hebben jullie allemaal weer wat lekkers? Hebben jullie allemaal wat te drinken? Wie heeft er ook chips? Vraagt Mila. Niet mijn Mila trouwens. Andere Mila. Leuke koptelefoon. Thank you. Nee, ja, we gaan dus zometeen lekker spelen. En we hebben vandaag dus ook geen verboden woord. Ik zag het al in de chat voorbij komen. Mijn mom had reeds, waren het ook al aan het typen van. Er is geen verboden woord vandaag. En we zijn zometeen zo druk aan het koken voor de mensen die de vorige stream hebben gekeken. Die zullen wel weten waarom dat niet gaat. Het is zo'n chaos dat ik geen tijd heb om daarop te letten. En we spelen ook met andere mensen. Dus dat doen we wel weer lekker als ik in mijn eentje ben. Dan gaan we dat weer doen. Maar we gaan dus wel in ieder geval lekker spelen. De mensen die de vorige keer hebben gekeken, die weten dus inderdaad een beetje wat voor chaos het is. Voor de mensen die vandaag voor de eerste keer kijken, het is een game waarin we samen moeten werken. We moeten samen gaan koken. Maar dat is niet op een hele normale manier, want we zitten echt op een drijvend vlot. Of er zakt een luchtballon naar beneden of we zitten in de fik. Nou, en we zijn vorige keer, de eerste levels gingen nog wel oké, maar het werd wel steeds lastiger. En ik denk dat de levels die we vanavond krijgen niet zo heel makkelijk gaan zijn. Dus ik denk dat het echt redelijke chaos wordt. Maar goed, hè? We gaan weer ons best doen. Jup, het was heel chaotisch, zegt Emily. Ja, het was echt heel chaotisch. Maar goed, we gaan gewoon weer ons best doen. We willen overal 3 sterren halen, want we willen natuurlijk wel een beetje een goed restaurant zijn. Dus we gaan gewoon weer ons best doen. We zitten in de fik! Nou, Elino, we gaan proberen vandaag niet zoveel in de fik te komen. Lekker M&M's, deze game nog nooit gezien, maar zin in. Grote fan. Nou, Helga, ga er lekker van genieten. Het spreekt redelijk voor zich. We moeten gewoon koken. En we zullen zo meteen even laten zien wie welk poppetje is. Vorige keer was ik volgens mij rood, maar ik weet niet meer zeker, heel eerlijk gezegd. Dus dat moeten we zo meteen even kijken. Maar dan zie je in ieder geval wel wie is en zo. En dan komt het vanzelf goed. Marisje zegt, hoi Marisje. Marisje zegt, jawel, de hele keuken moet in de fik. Jee, weer kiep. Ja, Lieke, er komt weer kiep. Gaat helemaal goed komen. Oké, trouwens, als je gezellig mee wil kletsen vanavond in de chat, mag natuurlijk. We hebben ook moderators vanavond gezellig in de chat. Zeg allemaal even hi tegen Margje en Ilona en Doodlehummer. En Evie is er volgens mij ook. Annalyn is er volgens mij ook. Ik weet een heleboel moderators hebben vanavond. Dus ga ze lekker lastig vallen. Zeg maar allemaal eventjes hoi. Ik zie Evie ook al hoi. Nou, superleuk dat jullie er weer allemaal zijn. Mochten jullie vanavond nou gezellig willen meekletsen in de chat, abonneer dan eventjes op dit kanaal. Het is gewoon gratis. Kan je gewoon gezellig meekletsen als je het leuk vindt. Mocht je het Creative Games kanaal willen steunen, dan kan je dus een member worden tegenwoordig van dit kanaal. Naast onze abonneerknop staat nog een knopje. Join, lid worden. Zoiets staat erin. Dan word je dus lid van de Creative Crew. Net zoals dat bij Patrick net ook heeft gedaan. Tenminste, ik denk dat het Patrick is, want er staat Patrick. Maar ik ga er vanuit bij Patrick. En je krijgt dan sowieso, het kost €2,99 per maand. Altijd opzegbaar. Ik zeg er altijd wel eventjes bij. Vraag even toestemming aan je ouders mocht je wat jonger zijn. Hiermee steun je dus het kanaal. Krijg je een badge achter je naam, zodat je beter opvalt in de chat. Krijg je ook een heleboel leuke emotes die je kan gebruiken. Dat dus. Maar abonneren is dus gratis. Dus abonneer sowieso eventjes, want dat kost helemaal niks. Oké, nou, als je dus aan het kijken bent, dan spaar je automatisch mee voor de Crea credits. Jongens, deze lijst die ik helemaal moet opnoemen, elke keer wordt steeds langer. En kijk wat ik heb gedaan.
gedaan. Ik heb er een top 10 van gemaakt. Hey Danielle, dankjewel voor de superchat. Hey hallo, gaat het nu? Wanneer komt er weer een journal video? Nou, die maak ik niet meer. Echt al meer dan een jaar niet meer. Dus niet meer. Maar met mij gaat het heel erg goed. Met jou ook, hoop ik. Dankjewel in ieder geval voor de superchat. Zet die keuken in de fik. Ja, Lisa, ik ga de keuken in de fik zetten. Ik ga mijn best doen. Oké, okay, ik heb in ieder geval de Crea-credits, wilde ik nog eventjes zeggen. Als je dus... Ja, ik ga opschieten. Ja, jij maakt zoveel dingen voor dit kanaal. Ik moet zoveel uitleggen, joh. Niet te doen. Als je dus kijkt, spaar je automatisch mee voor de Crea-credits. Dat was het. Krijg je gewoon. Ja, oké. Okay. Nou, let's go. We gaan... Ze zitten op me te wachten. Dus we gaan beginnen met... Hebben jullie er zin in? Mag niet langer meer kletsen, want ze zitten op me te wachten, oké? Okay? We gaan naar de game. We gaan naar de game. Zo. Eens even kijken. Discord. Hey, je camera doet het weer niet, Rick. Ja, en je... en je microfoon doet het ook weer niet, dus... Oké, ik knikker je eruit. Ja, sorry jongens. Je zal Rick niet zien vandaag. Rick gaat even uit. Ja, ik heb een beetje slecht nieuws. Want mijn hele Streamlabs is vastgelopen nu. Ja, ik maak geen grapje hoor. Hallo. Dit gaat... Nou, op zich weet je, doet mijn stream het nog steeds. Alleen mijn hele Streamlabs is vastgelopen. Dus ik kan nu niks meer besturen. Oh no! No! Ja, het was een gokje. We willen altijd... Kijk, hier is Rick. Hoi, hallo. Kijk, kun je Rick ook zien? Nou, als het goed is, horen jullie nu wel iedereen. Maar zien jullie dus alleen maar mij. Want we willen altijd dat Rick hier zo naast zit. In het schermpje daar zo verderop. Maar op een of andere manier deed hij vandaag heel moeilijk. En we hebben het net gefixt. Eindelijk net voor de stream. Maar toch niet blijkbaar. Nou is hij vastgelopen. Gefixt tussen haakjes. Ja, maar nu is dus mijn hele streamles vastgelopen. Hij reageert nergens meer op. Dus we kunnen alleen nog maar hiernaar kijken. Is niet anders. Maar ik kan dus ook jouw schermpje niet weghalen. Dus jullie moeten het doen met lavalamp Rick vandaag, ja? Dat is hoe Rick eruit ziet vandaag. Dat moet ik zien. Je ziet dus alleen maar een background. Rick is onzichtbaar vandaag, helaas. Ik kan dus ook straks helemaal niks meer doen. Dus we zitten hier vandaag. We moeten het hiermee doen. Het zal eens een keertje gewoon goed gaan. Ja, pas nee, wel. Maar het probleem nu dus, Rick, is ik hoor jou ook niet. Oh, oké. Okay, ja, want de mensen in de stream horen jou dan natuurlijk ook niet, hè? Nou, lossen we deze probleempjes gewoon eventjes live op. Dat kunnen wij. Wacht, even kijken. Jong. Culeuze wijze het zometeen toch ineens doen. Hallo, als het goed is horen jullie Rick nu ook. Hallo jongens. Rick, de lavalamp. Rick is inderdaad een lavalamp. Ja, iedereen zegt ook, Rick, waar ben je? Ja, Rick wil niet meer in beeld, jongens. Ik Rick wil voor te anoniem blijven. Hij is er helemaal klaar mee. Ja, dit gedoe. Start even opnieuw op. Lavalamp. Ja, knap toch? Ja, nou, als het goed is zien jullie wel gewoon alles nog gewoon bewegen, toch? Dus dan moet hij het hier maar verder gewoon mee doen. Ik ga in ieder geval eventjes naar mijn game toe. En dan hoop ik dat die nog wel werkt. Ga ik even iedereen uitnodigen, dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Je moet me wel iets harder zetten. En chat heeft een hele discussie of het nou friet of patat is. Oh nee. Ja, ik zou zeggen, dit is mijn stream. Dus dat is het? Friet. Hier zeggen we friet. Oh ja, wij zeggen patat. Het is wel jammer dat je het dan fout hebt. Oké, alle patatkijkers, kom naar mij. Ja, patat. Door alle, iedereen die friet zegt, kom naar Kitta, Kitta Live. Nee. Want het is friet. Oh jee, heel veel mensen in mijn chat zeggen friet. Ik vind friet ook niet goed. Ik ben overloper. Ik ben vanaf nu zeggen we friet. Oh nee, nou is mijn hele chat ook ontploft met friet en patat. Ja, nou... Onze kinderen hebben het opgelost. Die zeggen nu, die noemen het voortaan als aardappelstokjes. Nee. 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 Oh, mensen in de chat ook wel aardappelstokjes. Ja, nou ja, ik zeg soms friet, ik zeg soms patat. Maar over het algemeen, als wij patatjes gaan halen, zeg maar, dat is dus bij de snackbar. En dat zijn dan van die dikke patatjes. Maar bij de McDonald's hebben we frietjes. Dat zijn dan van die dunnere, zeg maar. Ik vind dat nog raarder klinken, patatjes.
Patatjes. Patatjes, nee, dat klinkt niet. Zullen we vanavond lekker patatjes, eten? Ja, ja, we wachten allemaal weer op. Het wachten is weer op Adinda. Nou, ik moet zeggen, ik was er ook niet hoor. Oké. Als het goed is, heb ik jullie allemaal uitgenodigd. Ja. Aardappelstokjes, zegt ze bij mij in de chat. Nou, weet je, we hebben vanavond friet, waarschijnlijk een kiep. En pasta in die panen, wat was het nou ook alweer? Pasta in die panen. Koken die pasta. Mamma mia. Ja. Friet gang. Dus, vanavond hebben we gewoon friet, oké? Okay? Friet is oké. Okay. Yeah. Hey, had ik vorige keer deze chef? Mijn views gaan ineens omhoog, omdat alle friet mensen bij mij komen. Hey, wat is dit nou? Overlopers? Ja, overlopers. Wow! Yeah. Oké. Okay. Frietjes! Hey, ik kan vandaag vet goed koken. Ik ben granny, oké? Okay? Ik ben granny. Ik ben braaf, man. Wel, Adinda, ben jij die... Oh, jij bent die muis. Oké. Okay. Adinda staat helemaal rechts. En dan is... Welke ben jij? Ben jij die met die baard? Of is Jessie met die baard? Jessie is die met die rolstoel weer. Oh, nee. Oké, okay, nou. Jullie maar mee. Zijn jullie er klaar voor? Ja hoor. Zin om te koken met Granny? Ik ben overloper. Yeah! Gele stokjes, zegt iemand in mijn chat. Dat klinkt echt alsof je erop hebt geplast. Oh. Net als gele sneeuw. Oh, beeld weer in mijn hoofd. Even switchen. Huh? Moet wel even je scène switchen, Hennie. Oh ja. Ik ben, ik ben echt een slechte steamer. Oké. Okay. Nee, joh, rustig aan. Ik weet niet hoor. Ik heb Rick als lavalamp in mijn stream. Ik weet niet wie hier haar slechte streamer is. Als creatiek. Ik heb hier niks mee te maken. Nou, dit is allemaal Rick's schuld dit hoor. Het is nooit mijn schuld. Want ik ben hier echt super professional streamer inmiddels. Hè? Maar dit is niet mijn schuld. Ik weet denk ik hoe ik het kan oplossen. Maar niet nu. Ik ben een gamer. Creatic, zou Creatic niet zijn als alles in één keer goed gaat? Kijk, Imke, dat vind ik inderdaad ook. Het moet gewoon in stijl blijven. Dit is gewoon mijn stijl. Er is niks mis mee. Op wie wachten we nu? Ik wil nog een safe-slot kiezen. Ja. Maar dat doet ze maar niet, Je bent nog vier, drie, twee, één. Kies! Ik doe niks, hoor. Ja, echt? Weet je te laat? Nee, toch? Ik hoor mijn bus al. Yeah! Wie is te laat? Daar zijn we weer. Wie bestuurt hem nou? Ja, ik denk dat ik er gewoon niet ben of zo. Ben je er niet? Ik weet het niet. Ik zie wel de game. Maar ik kan niks. Nee, maar je mag ook niks. Oh nee, je staat ook met streepjes. Ik heb hier ook helemaal geen punten. Jullie wel. Hè? Heb je die? Nee, zie je? Ook niet. Waarom heb ik geen punten? Wel jij deed, ja, zie, dat ging ook stuk. Dat komt omdat jij dat waarschijnlijk hebt ingesteld. Schok met je. Maar begin is eventjes een... Ja, waren we bij deze gebleven? Nee, die. Nee, deze. Ik wil je niet buitenblijven. Ja, maar je staat er wel bij, hoor. Je krijgt alleen geen punt. Je doet gewoon mee voor spek en bonen. Alles gaat mis, kan dit er ook nog wel bij. Nou, je ziet er echt lief uit als lavalampje in beeld. Niks mis mee. Oké, okay, let's do this. Ik heb een mooie lavalampje. Als het goed is, zit Rick erbij. Ik hoop trouwens wel dat het vandaag iets eerlijker verdeeld is allemaal. Hé, hey, ik zit samen met Jessie. Hé, oké. Oké, wat moeten we... Wat is dit? Hey, ja, ik ben de... Waarom zeg je dan nog steeds dat je samen met Jessie zit? Ik heb je al 100 keer verteld dat ik die met die baard ben. Oh ja, waar viel jij in de afgrond? Waarom gaat dat ding zo snel voorbij? Wat moeten we doen, jongens? Oké, ik moet even inkomen. Wat moeten we doen? We moeten burrito's maken met rijst en kip. Oké, rijst. Granny died. Dat is niet zo heel goed. Granny kan totaal niet koken. Granny weet ook niet wat ze moet doen. Ze staat hier ook echt maar te staan. Die met die blauwe cirkel, dat ben ik dus. En ik zit dus blijkbaar met Rick vandaag. Ik heb kiep. Bakken die kiep. Hier is een kiep. Zo'n ding. Ja, deze is ook klaar. Wat is dit? Wat is dit voor? En waar beginnen we mee, jongens? Oh, tacos. Kunnen we ook niet even rustig... Sorry. Oh, nee, is niet erg. Ik ga een kipje hakken.
kip. Kip in die pan. Vlees. Kijk, we hebben hier een burrito. Hier een burrito. Ja, en jullie moeten rijst koken. Hoi. Ik ben aan het wachten op. Ik loop hier rond nou met een. Nee, kip is gebakken. Anders moet okay. Ik gooi maar wat, jongens. Ik heb geen idee. Ik zit wel gewoon te koken. Granny kan niet nadenken. Wat gebeurt daar? Oh, jij bent gewoon de. Oh, wat een slimme verdeling, jongens. Hé, zo doen we dat. Ja, alleen alle rijst moet erin die gekookt wordt. Heb je nog meer rijst nodig? En mijn vlees. Vlees? No. Nee, ik heb het vlees allemaal hier zitten. Zijn dit allemaal losse wrappies? Ik kom wel wat vlees brengen. Het gaat echt niet goed al. Nee, ik heb ook geen idee wat ik moet doen, jongens. Dit hebben is echt, we überhaupt al iets ingeleverd, jongens? Nou, we hebben er één iets ingeleverd. Hey. Oh! Nou, wat gebeurt er? Ja, dat weet ik niet. Waar staat middels de dek? Oh, hier. We krijgen er wel een muziekje bij. Oké, maar alleen nog rijst. 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 Yes, die is klaar. Oké, weg ermee. Net te laat. Jongens. We hebben heel veel rijst nodig. Brandblusser. Ik heb even de brandblusser weggedaan. Ik heb hier nog rijst. Wat doe je met die? Oh, je hebt hem weggegooid. Ik heb de brandblusser gewoon in het water gegooid. Wat? Daar, hier op rijst. Geef je rijst. Jongens. Oh. Ik heb het idee het is dat we echt... dit... Oh, daar moet ik ga rijst. Later. Oh my god. Dit is echt, wat zijn we hier aan het doen? Ben jij spreekt met Ja, ik doe helemaal niks. Je hebt helemaal niks aan mij. Echt, ik sta hier alleen maar gewoon... Nou jongens, luister naar oma. Oma weet hoe het moet. Oma weet helemaal niks. Oma wacht hier gewoon rustig tot de kipjes klaar zijn. Kijk, hoppa, ik heb er eentje ingeleverd hoor. Goed zo. Maar, oké. Dit is echt gewoon zo slecht. Dit. Is deze klaar? Ja hoor, hoppa. Ik doe gewoon kippie in de pan, kan mij het schelen. Vlees, bam, 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 bam. Oh. Hoppa. Ik snap helemaal geen reet van, wat moeten we doen toch? Hier heb ik nog rijst. Ja, de rijst. Ja, waar zijn de borden? Daar. Kijk, dit is makkelijker nu. Die. Oh, hey, hallo. Kijk. Hey. Hier, borden met vlees. Hier is er eentje klaar, hè? Oh. Ik heb alleen maar een bord nodig. Oh, ik had nog een burritootje voor nodig. Rijst! Oh, jongens. Oh nee. Oh my god. Wat een spanning. Okay. Hier, rijst. Weg ermee. Oh, hij heeft al rijst. Oh. Hop. Dankjewel, Nienke, voor de superchat. Super lief. Een bord nodig. Oh, je had een bord. Jongens, ik heb nog steeds geen rijst hierop. Waar is de rijst? Waar is het? Nee, maar even serieus. Hoe kunnen we deze gehaald hebben? Hebben we deze gehaald? Nee, is geen tisdag, oké. Ik heb echt staan niksen. Oma chick power, zegt ze mij in de chat. Nou, ik weet het niet hoor, maar oma heeft alleen maar staan dansen. Wat een chaos. Nou, ik had echt geen... Het was ook niet even rustig opstarten of zo. Het was echt... Nee, dit was niet even rustig beginnen. Dit was meteen hoppa. Ik snap geen reet van wat ik moet doen. Oh, wat erg. Nee, mijn moeder is in de chat. Hey, hallo moeder. Yeah. Gezellig. Nou, ik weet niet hoe we dit hebben gehaald. Met 2 sterren dan wel, maar oké. Het zal wel. Ik vind het keur hem goed. Let's go. Maar, als ik het goed begrijp, want hij gaat niet verder, of wel? Dus we hebben niet genoeg... Oh, we moeten terug naar die gast. Sorry hoor. Nee, we moeten hierheen. Ik heb het dus blijkbaar niet goed begrepen. Nee, je hebt het niet. Was dit de laatste level? Einde van de stream! Was leuk! Ja, gelukkig. Het zou heel erg lullig zijn. Nee hoor. Nee, je moet sowieso nog bos. Oh, we moeten erheen lopen. Oma doet het wel hoor. Bark. Oma doet het wel. Bark. Oh, ik heb natuurlijk weer niet het ingesteld wat ik vorige keer zei, liefje. Dus er zijn nog steeds mensen die waarbij de stream wazig is. Ik heb het niet ingesteld. Sorry jongens. Spijt me, chat. Ik zal het volgende keer echt goed instellen. Oké, ik denk dat we verder kunnen. Ga ik niet. Eyo! Ja, ik denk dat we. Kunnen we nog niet verder? Ja, de swamp awaits. Ja, ik weet het, maar. Oh, hier, wacht. Dit is heel onduidelijk. Ik snap er niks van. Ik wil het eten. Gebeurt. Ik heb honger. Ja, ik krijg er honger van. Van onze geweldige gegooide kipjes. Ik vind het echt.
Ik vind het nog steeds knap dat we meer dan één ster hebben gehaald voor die vorige. Ja, willen we trouwens 3 sterren daar? Want het was echt heel kak hoor. Ik weet het niet. Moeten we hem opnieuw doen? Of zeg... Nee? We gaan niet meer verder op de 3 sterren. Gewoon, dat was een leuk begin. We gaan nu gewoon, als we hem maar halen. Ja, gewoon, dit is nu weer een rustige, denk ik. Oh, het ziet eruit als mijn Animal Crossing eiland. Zo. Oké. Ik zou het zien, moeten we aan de overkant wat halen. Shoep. Kijk snel. Ik heb hier zo'n sushiplaat ding. Ja, je moet dit snel pakken hier. Oh, daar koop je het. Oké. Ja, oké. Want... Ja, joh, gooi het gewoon op de weg hier. Alsjeblieft. Oké, en deze moeten we... Waar bakken we dit dan? Waar is de... De garnaal moet gewoon gehakt worden. Oh, en verder niks. Gewoon koude garnaal gewoon zo inleveren. Oh. Op een bord. Nee toch, moet toch in een pannetje? Hebben we niet een pannetje? Nee, de garnaal moet gewoon van zichzelf. Moet nog vers op. Kijk dan, je hoeft gewoon een garnaal te doen. Ja, maar waar we borden? Oh, daar. Oh, er moet nog vis bij die maki. Oh, sorry. Ik ben bijna aangereden, jongens. Oh, er zit nu rijst op. Kom maar op met die vis. Oké, wacht. Nee. Okay. Dus, auw! Oh, jongens, ik ben dood! Oh, je moet niet aangereden worden. Oh nee, mijn garnaal is nu ook weg. Ik weet dat kan gebeuren. Ja, en dan is je voet ook gewoon kwijt, hè? Dus dat gaat niet goed. Oké, jongens, ik kom de vis brengen. Niet aangereden worden. Ja, oké. Ja, je hebt gelijk. Je moet hem inderdaad gewoon zo inleveren. Oké. Waarom? Pak het, oma, pak het! Even kijken, een komkommer. Chop. Kijk, ik heb hier een vegetarisch, hè? Hatsa. Kijk, deze kan ingeleverd worden, stoel. Oh nee, we moeten afwassen, jongens. We moeten afwassen. Oké, wie heeft de vis nodig? Hey, deze is klaar, hè? Hallo, ping, hallo. Wat iemand doen? Ja, ik kom. Hey, als ik hier over het zebrapad ga, hè? Dan kan ik toch gewoon veilig oversteken, zou je denken? Nee, er staan stoplichten. Oh. Oh, huh? Nee, dat is niet goed. Ik legde dat visje erop. En toen legde jij precies op dat moment ook een zeewiertje erop. Dus dat was niet een hele handige combinatie. Ik ga er niet voor een gehandicapte wasbeer. Ja, op een zebrapad ook. Kan iemand hier een vegetarische... Nee, ik ga even staan afwassen, jongens. Even afwassen. Ik weet nog wel dat de vorige was echt... Oma zou het afwassen. Maar, nee, oma niet. Oh, nee! Ik ging bijna dood. Even kijken, wat moet erop? Wat moet erop? Sushiblaadje. Kijk, ik heb hier een vis. Ja, vis rijst. Hier, we hebben vis. Waar is mijn... Wacht. Huh? En dan moet er rijst bij. Oh, dat is wel een goede vis. Oh, sorry, ik dacht even dat het zo'n shrimpy was. Woorden doen, ja. Oh. Wat doe ik met de komkommer? Echt met die komkommer. Oh, jongens, dan ben ik weer echt super goed bezig. Die vis hoeft niet gekookt te worden, hoor. Bord. Rijst erop, het bord. Ja. Wacht. Nee, niet die komkommer. Niet de komkommer. Weg met die komkommer. Loop hier met Ja, die wilde ik erop doen. Die vis weg. Het is alweer klaar. Hij wil niet in de komkommer. Oh, dit is echt heel erg. Nee, dit moeten we overdoen. Ja, dit was warming up, jongens. Dit is echt... ik weet het niet, maar ik heb het idee dat mijn oma het niet goed kan. Waarom kan jij van het switchen? Het ligt sowieso aan die oma, niet aan mij. De oma heeft hulp nodig met de weg oversteken. Ja, en mijn oma wordt gewoon keihard aangereden. Is echt mega zielig. met volledig gerecht en alles, hè. Was super dood als ik. Oké, nu ga ik goed mijn best doen. Zullen we tactiek gebruiken dit keer? Nee. Oh, okay. Nee. Komkommertje. Ploepie. Kijk, dit gaat nu. Ik heb nu al meer gedaan dan net. Kijk, wacht, ik kom hem. Oh. Ja, die erin. Ja. Zo. Sorry, dacht ik kom hem gaan halen. Ik heb hier een vis. Oma gaat. Yes, gelukt. Oef. Dat ging ook maar weer net goed. Vissie. Er ligt een vis klaar hier, hè? Hey, kijk dat ding. Hier, oeh. Oh, je kan ook vanaf deze kant afwassen. Dat is, dat is handiger. Dat is makkelijk, hè? Ja. Oké. Okay. Vis. Ik lever deze vis in. Oeh, ging bijna weer dood. Hoppa. Kijk, hier is een vis. Komkommer en een visie. Ik dacht, ik neem meteen op de terugweg een visje mee. En komkommer. Wat is er met de komkommer? Die is niet lekker. Die is niet goed.
Die komkommer moet weg. Destroy. Deze heeft te lang op de grond gelegen. Wacht, maar niet de komkommer. Dit is oma-discriminatie. Ja, vind ik ook. Dat vind ik echt, dat kan niet. Arme oma. Rijst moet er nog bij. Rijst moet er nog bij. Oké, een klein beetje extra koken. Oké, we wachten nog wel even. Hij moet nog een beetje gekomen. Jij was nog net niet helemaal... Net niet helemaal lekker. Oké. Dankjewel, mijn jongen, voor de superchat, Hilaris. Thank you. Ja, ik heb, ik heb er hier eentje klaar, geloof ik. Die ga ik brengen, oké? Okay? Ja, sorry. Let's go. Oh, nee, dan zit hier te veel op. Oh. Oké, oma leeft nog. Nou, die hebben we vast zo meteen toch Ja, nodig. Laten we die gewoon staan. Okay. Laten we die gewoon staan. Ja, dan is die Ik heb alleen maar vieze borden. Oma rent, oma gaat, hop. Garnaal. Oh kijk, ja, die garnaal ligt hier gewoon klaar. En wel. Hier. Wacht maar, die fix ik. Ik heb alleen even een bord. Ja, hier, daar was ik mee bezig. Ja, hier, het zit er al op. Breng, oude vent. Go, sorry. You can do it. Hier, alleen even een visje hakken. Laten we gewoon die simpele dingen doen, dat gaat goed vandaag. Nou, je bord. Ja, go. Oma gaat. Afwas mee terug. Nou jongens, nu moeten we echt wel 3 sterren halen. Ze hebben nog steeds niet de volledige nodig. Oh, ik heb het weggegooid. Oh, wat erg. Destroy. Ja, die? Ja, sorry, ik moest even de rijst erop doen. Kan die weg? Ja, ik kan weg. Nog 28 seconden, jongens. Redden we dat? Even snel rijst. Hier nog even erbij. Ga weg, vent! Hé, oh. Hey, niet aan mij gooien! Oh, nee! Oh, nee! Oh, gehandicapte man down! Maar het voedsel is er nog. Who cares dat Jesse dood is? Het voedsel is er nog. Yes. Rijst in de fik. Hoe dan? Hebben we dat gehaald? Hebben we 3 sterren? Ja, was beter wel, maar... Nee! Niet 3 sterren, nee. Goed maar wel genoeg. Beter. Goed genoeg. Goed genoeg. Voor de mensen die trouwens nu net binnenkomen en die zich afvragen waarom Rick is veranderd in een lavalamp. Rick wil niet meer in beeld. Bedoel, nee, Rick is een camera. Hij is gewoon een lavalamp. Ja, ja, oh ja. Oh ja. Maar Rick is gewoon vastgelopen. Ja. Hij doet het niet meer. En toen liep mijn OBS vast. Dus ik heb geen keus. Ik kan alleen nog maar dit laten zien. Anders moet ik het helemaal opnieuw opstarten met de stream. Dus. ICT'ers verprutsen het weer. Nee, die game die je verpest het. Oh ja, het is de game. En het is die oma. Het is allemaal die schuld van die oma. Oma, ja. Rick's camera werkt niet, dus hij is nu de lavalamp. Oké, nou, we gaan weer op vlotjes in water. En dit keer slijmsnotwater. Een moeras. Ik hoop wel even serieus dat jullie aan de kant zitten waar je vet veel moet doen. Maar volgens mij ben ik vanavond heel de avond team Rick. We zullen zien. Ja, kijk maar. Ja, zie je, het is nu echt. Wij zitten nu echt, Rick en ik met z'n tweetjes. Oh, en jullie met z'n tweetjes. Vorige keer hadden we inderdaad de hele tijd dat wij. Ja, dat is waarschijnlijk in hoe we erin gejoind zijn, denk ik. Oké, okay, wacht. Kip en friet. Wacht tot ik. Hier, pak hem. Kijk. Oh. Ik gooide hem en daarna viel hij in de prullenbak. Kip kan niet zwemmen, hè? Oh, kip kan niet zwemmen. Ik, ik kan de kip ook wel even hakken. Waar moet je het eerst hakken? Waar moet de kip in gebakken worden? Oh, kip moet in de frituur. Kijk. Oh, zag je dat? Nice! Ik gooi zo de kip in de frituur. Wauw. Oké, ik ga nu ook wat nuttigs doen. Oké, en daar ligt friet op de grond. Lekker, je kan hier eten van de grond hier van dit vlot. Het is zo schoon. En je hebt frietjes. Hier, fly. En wij kunnen alleen maar aardappels en friet. Friet en kiep. En we borden nodig. Pew! Oh, dat hebben we wel. Dat hebben we wel. Oh! Ik heb mijn bord dan eventjes gaan zwemmen. Heb je een bord? Niet het bord in de prullenbak laten vallen. Oh, kijk. Maar ik heb hem. Ik kan er niet tussendoor zo. Liefje, we zetten gewoon alles bij ze neer. Kijk, zij moet alles doen. Oh ja, slim. Ze zetten gewoon alles neer. Hier, kijk. Ja, patat. Ja, oké. Ja, inleveren. Ja. Oh, zo doen we het. Kijk, kip. Laat de kip niet in de... Hoppa. Hier, vieze borden. Oh, snel. Oeps. Mijn man. Oh, nee. Sorry. Mijn man. Ja. Maar wat moeten we nu met die vieze borden? Niks. Ja, laat maar staan. Oh, oepsie.
Hey, ineens was hij schoon. Echt? Zie je dat? Oh, dan ben je met een afwashek. Nee, nee, oh. Niet. Dus helaas. Oh, het is alleen tijdverspilling, dit. Het was toch niet zo slim. Hier, dank je. Ja, baas. Als je het niet op tijd pakt, hè, dan ligt hij gewoon daar in die prullenbak. Pak snel de borden, de vieze borden. Ik heb hem, Kijk, hier is gewoon een bord. Ik ga een friet hakken. Sla. Pieuw. En dan sla. En keep. Wat heb je nodig? Help. Zij moeten echt alles doen over. Ja, ja, anders had ik weer met Adinda op dat vlot gezeten. Had Adinda en ik wel eens moeten doen. Jullie maar, ja, je doet het niet goed. Ah, hij kan hem niet inleven zo. Is niet erg. Ik doe gewoon pieuw. Oh, daar gaan mijn frietjes. Oh nee, helemaal voor niks zitten choppen. Alles is helemaal... Zo, hoppa. Ja. Hey, kunnen we die inleven? Ja, ik probeer hem te pakken. Schiet op. Ja, ik kon er niet bij. Ik probeer het. Ik kon er niet bij. Ik heb niet tegen jou, maar schiet op. Doe het. Friet! Hop, kip. Ze kunnen zelf ook snijden. We kunnen ook gewoon een hele... Oh, kip daar. Ja, maar dat doen we in ieder geval nog iets. Oh, kijk. Friet! Pieuw! Jij gaat goed daar. Gaat goed. Hebben jullie plezier? Ik oma hakt gewoon door, jongens. Ja, ik heb hier borden, maar ik kan er niet bij. Hier. Die kan ik niet gooien, hè? Hey, je gooit gewoon mijn friet in het water. Pak hem. Yes. Oma levert in. Je moet ze eerst afwassen. Borden. Ja. Jullie moeten echt alles doen. Ja, ik ben alleen maar aan het hakken, joh. Pieuw. Alles ligt aan het borden. Kijk, borden. Moet ik even stoppen met hakken? De borden! De borden! Hier wat? No! Ik help je! Ik heb borden! Doe die kinderen aan, dan lees je mijn borden. Oh ja. Ik heb echt niet gehaald, hoor. Nee, jullie zijn slecht! Oh, ik ben heel vol! Ja! Niet uit Siri, ga weg! Oké. Ook niet overzichtelijk als je constant... Kijk, dit was niet oma's schuld. Hé, hey, wat we kunnen was doen... was het niet leuk, de challenge? Dan moeten we even een goede challenge. Dan moeten we even opnieuw joinen. Dan zitten Adinda en ik weer bij elkaar. Maar dan moeten wij naast elkaar staan. Ja, het moet gewoon om en om zitten waarschijnlijk. Ja, moeten we dat even doen? Vinden jullie dat leuk? Wat? Wat? Kijk, wacht. Oh, wow, mijn boot kan ik ook dashen, zie je dat? Even kijken. Hier, wacht, quit. Want ik weet niet of ik hier de volgorde kan veranderen. Want Adinda en ik zijn vet goed met elkaar. En dan zitten jullie met z'n tweetjes op dat eiland. Kijk, ik kan de volgorde volgens mij niet veranderen. Kijk, ik ben eruit gegaan. Ja, kijk, wacht. Ja, en dan nodig ik jullie weer uit. Kijk, dan zitten jullie weer bij elkaar. Huh? What? Oh. En dan gaat nu alles fout. Hele spel gecrashed, alles. Ja, nou ja, maakt niet uit. Nou, dan hoop ik dat het beter gaat, zeggen ze ook bij mij in de chat. Tuurlijk, dan gaat het helemaal goed. Oh, ik ben groen. Want Rick en Jessie kunnen vet goed samenwerken. Dat doen ze altijd op een eiland. Dat is waar. Oh. Op een fabriekeneiland. Ik denk nu dat ik met Adinda zit. Nee, volgens mij gaat het goed. Oké. Okay. Volgens mij gaat het goed. Hey, Toetje. Miauw. Even kijken hoor. Dat is goed, Toetje. Oké, jullie moeten weer een safe slot kiezen. Ja. Oma is weg. Nee, oma is er nog steeds. Waarom? Oma is er... Ja, moet ik niet meer oma? Nou, doe ik de volgende ronde. Ik dacht dat oma wel goed kon koken, maar het valt een beetje tegen. Oma kan goed koken, maar niet snel. Nee. Ik heb gewoon weer geen punten. Dat is waar. Nee, hoe kan dat nou? Nou, ik denk dat ik het weet. Ik denk net gewoon omdat ik geen safe game had gekozen. Had hij me wel gedaan. Nu zit ik met Jessie. Ik zei het toch? Ik zei het nog. Je zit zo meteen met Jessie. Ik zit met Adinda. Maar maakt niet uit. Ja, joh, gooi hem meteen in de prullenbak. Oh ja, maar Jessie gaat boos op mij worden. Ja, papa. Ik doe wel even een keer. We hebben nog één. Ah, jawel, één. Geef me sla. Sla. Nee, ik heb niet sla. Hier. Nul sla. Stop met die aardappel. Het is genoeg. Keep. Het is genoeg. Keep. We hebben genoeg aardappel. Jessie, wat ben jij aan het doen met een bord? Kijk, hier is de kip. Ja.
Oké. Wacht, kiep. Kijk, Borda. Oh, bord. Wat moeten we met dat tomaat? Bord. Wil je nog meer aardappel? En kiep? Klaar. Ik wil helemaal niks. Ik ga alles weggooien wat jullie gooien. Ik wil borden. Je gooit die sla weg. Mooie worm. Ja, ik kan je geen borden geven. Ik gooi de sla, dus ik gooi de kip, sla. Kip en aardappelen. Hier. Iets dichterbij. Ah, oh. In de sla. Ik heb wel de borden, mee. Maar kan je er nu niet meer bij? Nee, ik kan er niet bij de borden. Ja, ik ben er niet, wacht. Hij wil niet pakken. Hij wil niet pakken. Ik heb geen idee hij wat wil... ik doe maar wat. Nee, deze borden zijn gecrashed. Nou, we hebben nu nog één aardappel nodig. Dus dat is goed. Dit bord is gecrashed trouwens, ik kan er niet bij. En daarna een kip. Oh, wat sla snij je ook. Zie? Oh. Hij is gecrashed, dat bord. Okay. Oh. Ben jij die... Kiep! Willen jullie kiep? Helaas. Aardappel? Helaas. Kijk, ik heb hier dus een friet. Bord. Hier met friet. Hier is friet. Oh. Pieuw! Friet? Kom, hier. Hier? Kom dichter erbij. Kom dichter erbij. Doe, doe, doe! Ja. Hoppa, oké. Okay. Kijk, Jessie, ga. Zullen we even de... Hoppa. Dit gaat goed zo. Yo. Kip. Oké, okay, we hebben een kip en een aardappel. Oké, okay, komt eraan. Kip en aardappelen. Hop. Nee, oh. Ik heb niet tegen jou. Hier. Kun je die aardappel erbij doen? Dan is het klaar. Nog meer kip. Ja. Kip. En dan hebben, we kip nodig. Kip. Nou. Oké. Okay. Dat is wel jammer dat we dat bord... Ja, wij kunnen nu verder niet zo heel veel... Kom op, jongens. Nee, dat kan niet. Ik stond er net zelfs tegenaan, maar hij is gewoon gecrashed daar zo. Oh my god, kom hier. Ietsjes dichterbij. Oh, ietsjes dichterbij. Dan heb ik voor jullie weer een bord. Komt hij weer? Yes, oké. Okay. Oké, krijgen jullie weer kip? Ik moet even die kip inleveren. Ik kan kip. Een bord niet pakken. Dat bord zit gewoon vast. Kijk hier. Ja, dat bord is gewoon echt gecrashed. Oh. Zullen we even nog wat doen? Wat moeten we doen? Aardappel? Kip. Ik zal echt nooit eten bij jullie. Durf het niet met ontgegooide eten. Ik snap het. De borden worden ook liflafjes afgewassen. Ik zou het inderdaad niet doen. En sla. Kom op, jongens. Doorbakken. Kijk, die sla kan ik jullie gooien. Kijk, oh in de prullenbak. Kip. Oh, dus nu niet in de pleit inleveren. Nee, ja, en we hebben geen bord. We hebben alleen een visa. Dus dat had niet zo super veel nut of zo. Oké, wacht. Ja, we kunnen hem wel hier. Kijk. Kijk, hier komt sla. Ik kan jullie dat bord geven in ieder geval. Oké, kip. Oh. Kip. Het gaat ietsjes beter, maar... Nee, we halen denk ik nog steeds geen 3 sterren, hè? Wacht, misschien als ik meer kip snij. Kip. Kom maar. Oeh, Jessie. Jessie is erin gerold, jongens. Kijk hier, jongens. Oh, nee! Ik heb hem. Maar we hebben alleen geen bord. We hebben alleen vieze borden. We hebben alleen visa. Ik heb hier het goede bord. Dit gaat niet goed, hoor. We gaan echt niet weer 3 sterren halen. Hier, wacht. Strafpunten. Kijk, nou, we hebben een order gemist. Ah, kom dichterbij! Oh, nee! Oh, jongens. Dat is ons niet te veel. Oh, nee. Nul sterren? Nul? Ja, nul sterren. Oh, dat is nog erger dan net. Nee, ja, Adinda, wij moeten bij elkaar zitten. Dat moet. Ja. Want dan gaat het goed. Dit wordt hem niet. Ja, dan moet je ze allemaal even eruit gooien. En dan moet je Jessie eerst uitnodigen. En dan Adinda. En dan Okay. Of eerst mij, dan Adinda. Gaan we nou opnieuw doen? Ja, wacht. Oh. Wacht. Let me fix this. Oh, okay. Ja, jongens, ik speel de laatste tijd vaak op een Nintendo. Die heeft andere controls. Dus dan moet je altijd weer wennen als je dan weer op een andere console speelt. Dan druk je de hele tijd op de verkeerde knopjes. Vet irritant. Ik ga morgen ook weer live. Dan ga ik Minecraft spelen. Dat jullie het allemaal weten. Eindelijk inrichten. Oké, dan gaan we nog een keer. Ja, Rick, gooi jezelf eruit. Dan kan de camera ook weer normaal. Nee, helaas. Is hij nog steeds niet gereset? Nee joh, hij is nog steeds helemaal vastgelopen, mijn hele stream. Dus ik verbaas me er ook over dat hij het doet. Oh! Wat is er? Ik ging eruit. Oké, wie moet ik als eerste uitnodigen? Als eerste, Rick. Nee, juist niet. Het moet om en om. Of mij om. Oké, Jessie, dan Adinda. Nee, dan mij.
Nee. Om en om, zei je toch? En dan jou. Oh ja, sorry. Dat lukt me niet meer. Nee, krijg ik aan mijn kop. Maar volgens mij gaat het gewoon goed. Ja, je hebt gelijk. Tap. Volgens mij gaat het gewoon goed. Ik drukte alles met tap, behalve shift. Oké. Okay. Ik ga even voor een andere. Yeah. You'll figure it out. Hier, ik ben weer in de pirate. Morgen ga ik om... weer verkeerde knopje. Om 4:30 weer live. Hè? Oké, okay, wacht. Oh, ja. Ik ben, oké. Okay. Ja, ja, we zitten te wachten, maar is niet erg. Kan ik er al bij? Of ja, daar? Dat lukt me. Dat lukt me. We willen Rick zien. Ja, maar Rick wil niet meer. Rick heeft eigenlijk gewoon stiekem zijn haar niet gedaan vandaag. Daarom wilde hij niet in beeld. Kijk, dit lijkt er meer op. Ja, oké. Okay. Probeer het nog een keer. Kijk, als hij nou vet goed gaat, dan willen Adin en ik nooit meer horen dat wij niet goed zijn. En dan is het omdat ik en Rick op het werken zijn. Sst. Ik zeg niks. Oh. Ja, ik ben nu even niet meer die oma. Ik ben nu de piraat. Hé, hey, je hebt nu wel punten. Okay. Ja, nee, ik begrijp hoe het net ging. Het ging net gewoon verkeerd. Het was mijn eigen schuld. Ah, oké. Okay. 4 december. Is alvast is gefeliciteerd, okay. Melissa. Ja, ja, hoor. Gefeliciteerd, nou, Melissa. Het is gelukt. Alvast. Kijk, alvast. Kijk. Wij zitten op het gefeliciteerd, Melissa. Oké, okay, wat moet ik doen? Ja, gewoon dit. Kiezen. Gewoon, gewoon oneindig friet en kiep gooien. Kijk. En vieze borden. Friet. Kijk, hier komt een bord. Deze mag ingeleverd worden, ja? Kiep. Wow, dit gaat vet snel. Bord. Kijk, dat komt door ons goede werk. Kijk, hier. Ja, hier de kip. Woep. Oh, sorry. Aardappel, kiep. Wacht. Oh, nee. Kip inleveren. Kip inleveren. Hoppa. Bord. Ik wil graag een schoonbord. Ja, kijk, dit gaat goed, jongens. Schoonbord. Ik heb alleen... Oh, schoonbord heb ik ook. Wacht. Yep, kijk hier. Schoonbord. Je hebt vieze bord. Borden. Kijk, dit gaat goed, hè. Oh, nog meer friet? Oh, dat gaat een stuk beter. Friet. Kijk, hier, klaar. Hop. Viesbord. Nou, we hebben nu al bijna meer geld verdiend dan net. Maar even serieus, echt geen grapje ook. Kijk maar. De sla kan ingeleverd worden en dan sla en tomaat, toch? Ja. Hé, hey, niet mag graag gewoon doen. Je pas op dat je niet valt, want dan crasht het bord. Ja, heel goed. Oh, oké, okay, dan jij. Oh, maar die is zo. Oh, oh no. Ik heb hier een aardappel. Lekker hoor. Hier, kipjes, pakjes, kipjes. Ik gooi de kip op de grond. Wel. Dat is veiliger. Oké, okay, we hebben iets minder kip nodig. Iets meer aardappel? Nee. Oké, okay, iets minder kip. Oké, okay. Nou. Aardappel en kip? Dit gaat super. Wordt dit aardappel en kip? Bord. Ik wacht hier. Bord. Al. Doe jij nog een kip erin? Yes. Oeh. Oh. Dat ging goed. Ja, ging net goed, hè? Het scheelde niet veel, maar ging goed. En even bord afwassen, voordat hij de prullenbak in gaat. Kip! Yes. ik heb hier eentje die klaar is. Dit is echt zoveel stroomlijnen. Friet! Ik probeer het. Ja, we hebben nu al meer. We hebben nu gewoon al meer. En we hebben nog 2 minuten over. Net hadden we natuurlijk dit ook. Alleen toen hadden we een aantal gemist. Hè. En dan krijg je heel veel strafpunten. Oh shit, dat had eigenlijk kip moeten. Kijk nou, 408 jongens. Vies bord in de prullenbak. Vries bord in de prullenbak. Spant het bord dan weer? Oh ja, hij spant alweer. Oeh. Oké. Okay. Zo. We hebben 2 vieze borden hier. Ja, ik ga wel klaarstaan voor als jullie hier komen. Wat hebben jullie nodig? Een tomaat. Dit gaat goed. Dit gaat goed, okay, jongens. Oké, tomaat erbij. Dan is hij klaar. Deze is klaar. Jullie hebben nu al meer. We hebben nu al veel meer, inderdaad. We hebben borden. Dit gaat echt super. Kijk, vieze borden. Deze is lekker leveren. Vieze borden. Ja, ik doe de borden. Het is toch super. Ik heb nog viesbord. Oh, sorry. Nee. Nog viesbord, kijk, viesbord. Die viesbord. Kan los. Ja, en dan een... Ja, kijk. Hoppa. Ik Friet. Heb niet zin af te maken. Oh, eten. Eten. Vet veel eten. Oh. Aardappel. Dit is echt... Zie hoe goed Adinda en ik samen zijn. Ja. Daar heb je gedaan. Kijk, hoppa. Teamwork. Ik was deze weer af. Nou, en de aardappel is dan top. Klaar. Die kan meteen weg. Hoppla. Hatsa. Oké, okay. Even een kipje erin. Kiep! Iemand riep kiep! Erin. Ja, even weg met je kip. Oh, je gooit gewoon mijn kip weg. Ja, even weg met je kip. Nee, mijn kip! Kijk dan wat we nodig hebben. Hebben we dat nodig? Nee. Jawel, vet. Ik zie 4 keer kip. 3 keer kip. Friet in de fik. Viesbord. Got him. Nice. Kijk, onze scoren. We hebben nog kip nodig. Oh. Lekker! Ja, nu hebben we wel kip nodig. Ja, nou krijg je niet meer kip.
Kijk. Oh. Dan toch niet. Hier, nog viesbord. Kijk. Viesbord. Hop. Laten we hem slaan. Nog 17 seconden. Hier. We hebben hem dik gehaald, joh. Dit is echt super. Jawel. 3 sterren, jongens. Ja, hoor. Gewoon 3 sterren. Kijk. Dit is toch gewoon een betere teamverdeling. Ja. Ah, nee! Goed, goed geprobeerd, goed geprobeerd. Maar kijk, Hatsa. Ja, dit werkt lekker. Nu zijn we weer op dreef. Ja, dat komt echt door team Adinda en Marist. Dat is gewoon nodig. Zo gaat hij gewoon goed. Wie wil deze zijn? Eenmaal allemaal. Oh, mijn moeder zit ons gewoon te roosten. Ze zegt, Rick en Jesse zijn een dreamteam. En Marissa en Linda ook wel een beetje. Nou! Ik mocht die moeder van jou wel. Blokkeer die moeder. Blokkeren. Wij doen ook vet goed ons best. Oh, wat doen we nou nog een keer? Hè? Oh nee, niet nog een keer. Yeah. Nee. Is niet goed genoeg voor team creëren. Oh, Nintendo controls, oh my. Kom op, hoezo gaat hij er niet uit? Yep. Go. Oké, okay. Jongen. Dit was goed. Dit ging goed. Oh, dankjewel, Dorothy. Dankjewel. Kijk, nou mogen we eindelijk... Nog één keertje dan. Dan heb je het 4 keer nee. Hey, wil er iemand die octopus zijn? Eenmaal allemaal. Ik wil de octopus wel zijn. Kan dat? Jazeker, maar dan moeten we eventjes hier change chef. Oh, Nintendo controls. Kijk, dan kan je... Ja, ill. Kijk, ik heb er nu al spijt van. Ja, jouw lavalampschermpje zit er bij mij net een beetje voor, maar Rick ziet er niet al te best uit. Dus nee. Wil je het zo houden? Ja hoor, laat maar zo. Oké. Okay. Here we go. Laat maar zo. Wat moeten 520 ja, moeten we halen? 520. Jammer dat het live is. Ik weet dat ik dat er niet uit kan editen. Ik heb het niet meegekregen, dus ik denk meerdere mensen niet. Oh, je kan zelf ook over die dingen heen. Oh, jongens, wat moeten we nou weer doen? Oké, nou, ik doe wel broodjes op de borden. Want zo te zien hebben we alleen maar hamburgers om te maken. Ja, ik ook. Ik kan het hakken. Moet ik mijn bord naar jou toe brengen? Is dat handig? Nou, niks doen is in ieder geval niet handig. Hier. Ik kan op die banden gooien. Oh. Ik gooi wel gewoon. Hoezo, hier, kaarsjes. Op. Oh, je kan zelf op de banden staan. Nee, die moet hakken. Die moet gehakt worden eerst nog. Oh ja. Oh, ze draaien om. Huh? Hoezo draaien ze om uit zichzelf? Dat is moeilijk. De moeilijkste. Okay. Maar kijk, ik kan hier stiekem gewoon langs. Maar, ik heb een os. Sorry. Oké. Ik ben nu hier. Wat is dit voor een keuken, jongens? Wie heeft deze gedesigned? Oké. Hoi. Dat is ook niet zo'n heel goed idee om op dit ding te doen. Maar wel leuk, het gaat lekker hard. Ik bak het vlees wel hier. Let's go. Ja, kijk, hier. Kan je hem erop doen als hij klaar is? Ja, wat ga ik doen? Oké, dit... Ja, lekker, Jesse. Hij is klaar. Doe hem erin. Ja, dan breng ik deze weg. We hebben in ieder geval 1 bestelling gedaan. Hier moet alleen een vleesje op. Oké, hier. Die moet even gehakt worden. En deze moet even gehakt worden. Dan wil ik ze graag weer terug. In de pan. Leop. Kijk, dan doe ik die hier erop. Nee. Oh, die kaas. Oh, no, die kaas. Oh, ja, die kaas moet nog gehakt worden. Niet volledig weer terug. Wow, heb je gewoon afsnijroutetjes? Kijk hem gaan, dat komt door die wagen van hem. Hey, ik kon hem niet pakken. Ik weet niet waarom. Geef dat broodje. Oh, ja. Pak hem. Nice. Oké, broodje weer op. Ik doe helemaal niks. Deze moet even gehakt worden. Oh, ik ga dit wel hakken. Zo. Die even hakken. Ik doe helemaal niks. Doe even wat, Adinda. Die moet gehakt worden. Waar zijn de borden? Ik ben aan het hakken. Ik kom hier met de borden. Oh, jij doet de afwas. Ja, ik doe ook wat nuttigs. Ja, te laat. Dankjewel, Nienke. Dit is echt hilarisch. Team Kitta en Crea. Yeah! Oh, ik moet kaas ook hakken. Okay. Ja, de kaas moet ook gehakt worden. Kaas hakken. Oh nee, jongens, we hebben de bestelling gemist. Ik heb wel eens een hamburger gezien met een heel dik kaas. Ik weet niet hoe realistisch dit spel is.
Heel realistisch, iedereen heeft toch zo'n keuken? Ah, dat verklaart wel wat. Sla. Ben je wel een echte Nederlander als je je kaas in eet? Ik weet niet waar ik deze heb op. Of wat gezegd. Er zit wat in. Vlees. Hakken die vlees. Hakken die vlees. Oh. Ik ga wel gewoon alles hakken. Vlees in de sleem. Ik ga lekker bakken. Hier moet alleen nog een burgertje op. Het doet wel. Niet gooien. Oh, we gaan Sorry. Oh. Ik heb het idee. Oepsie. Dat we ergens zelf... Ik heb een bordje laten vallen daar. Ik heb hem. Ik ga hem even afwassen, jongens. Je oh, die moet ik inleveren. Inleveren. Oh, ja. Ping. Dan moet je zeggen ping. Nou, je moet niks hoor. Dat luister ik niet. Als je daarop reageert. Ja hoor, ja. Dat ja, denk ja, je ja. toch niet echt, hè? Ik moet alleen die kaas. Doe me nog hakken die kaas. Ik vermoed dat we deze niet hebben gehaald. Maar ik heb zo goed mijn best gedaan. Ik twijfel het. Nou, ik lever deze gewoon in hoor. Aan er zit niet eens vlees op. Jawel, is goed. Niemand wil die hebben. Jij bent niet lief geweest. Nee, jij krijgt alleen een broodje. Vlees. Ja, vlees. Go, go, go. Ja, ik ren wel hoor. Oké. Okay. Nou, we hebben iets. Oh, we hebben een ster. Niet te doen dit. Wij zijn slecht vanavond. Ik schat in dat ze deze niet gaan halen. Nope. Nope. Restart maar, denk ik. Ja, dit kunnen we wel beter. Ja. Ik kan wel vlees bakken. Ja, jij bent een goede vleesbakker. Ik beleg wel de bordjes met broodjes. Ja, ik beleg wel de bordjes met broodjes. En smijt ik dingen naar de hakkant. Iemand moet links staan die en we hebben twee links nodig. En kijk als tactics we spreken. Ja, Jessie, ga jij hakken? Rick, jij gaat vleesjes bakken. Ja, oké, okay, Adinda. Adinda, jij gaat hakken. Jessie gaat vlees bakken. Rick doet de afwas. En het vuilnis buiten gewoon zetten en zo. Dat doe ik wel. En ik beleg de bordjes met broodjes. Als Rick nou alles gooit van links naar rechts gooit. En dat jullie alles hakt wat naar jullie komt. En ik beleg de broodjes in. En ik doe wel de ping. En dan lever ik het in, ja? Vlees naar mij leggen. En dan het komt goed. Waar ben ik? Oké, broodjes. Dat is mijn taak. Ik heb een taak. Broodjes. Broodjes. Jou kan ik niet hakken. Vlees. Broodjes. Nee, kan nog niks. Sla. Yes. Hakbaar. Kasi. Nog meer vlees. Deze. Vlees moet ook gehakt worden, lijkt me. Hoppa. Niemand wil een hamburger biefstuk. Met sla erop. En kaas. En kaas. Oh. Hey, ik kan het vlees meteen ook in de pan gooien. Dat is ook wel cool. Hey, deze staat klaar voor... Ja, het vleesje moet er alleen nog in. Ja, maar dat hoeft wij. Ik kan het gewoon neerleggen op de bord hier. Maar kwijt af. Ik kan het bezig. Jij moest alleen maar de afwas doen. Die moet ons eerst. Met de afwas. Die moet hier. Kijk, dan komt deze. Oh. Hey, we hebben een kaas nodig. Kaas. Ja. Lever het nou in volgens de bonnetjes. Nee, maar die andere klant is belangrijker. Nee, dat was die is niet belangrijker. Kijk, was, hier. Dit was een VIP. Dit zijn de bonnetjes. Kaas. Heb je vlees nodig? Ja, heel goed. De volgende kaas en sla. Oké, ja. En wat een systeem. Yeah. Oh, sorry. Ja? En nog een kaasje. Poppie. Ik ja, vlees. Weinig burgers of sorry. Nee, je moet de vlees hakken. Vlees je moet het hakken. Vlees moet je hakken. En dan moet het naar Jessie. Ja, ik heb wel sneaky. Ze moeten gaan hakken. Ja, ga jij maar hakken. Ik red het nee, hier niks, wel. Nee, niks, want jij doet het niet volgens de bonnetjes. Oké, Adinda, ik kom je helpen. Ah, I'm on my way. Weg. Hoppa. Hak, 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 hak. Hier. Hier. Hak, 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 hak. Pieuw. Mag meer vlees. Hoppa. Vlees. Give me vlees. Oh, nee. Oh, oh man. Dit gaat even zwemmen. Hey, geef me het vlees. Pieuw. Oh, daar kan je net niet bij. Dat is net niet handig. Andere kant. Ik kom even vieze borden brengen. Oké. Vieze borden. We moeten opschieten, Jessie. Oh, bedoel. Als dat vlees klaar is. Go, go, go. Go, go, go. Aan de kanten. Ik heb afwas. Ja, maar iemand doet de borden niet.
Nee, ik ga wel afwassen. Auw, maar je beukt de hele tijd tegen me aan, vriend. Is dat niet handig? Oké, okay. Ja. Nee, geen sla. Bord, ik heb een bord. Bord. Dankjewel, Mion, voor de superchat. Bedankt voor de leuke avond. Oh, jij ook, dankjewel voor het kijken. Oh. Wat een chaos. Ja, oh. Nee. Auw, zie, beuk je weer tegen me aan. Deed ik het nou volgens de bonnetjes? Piep, boep, inleveren. Piep, boep. Net te laat. Hij gaat bij mij uit. Doe bij mij niet. In mijn beeld bovenin weghalen. Of ligt het aan mij? Ik heb niet het idee dat het goed gaat, jongens. Ik ga wel even de afwas halen. Oei. Oh, ik gooi hem net op de band. Oh, misschien ook niet. Ja. We hebben even die slaap gehad. Neem hem maar mee. Auw, ik kreeg een slaap tegen mijn hoofd. Ja. Hop. Oh, chaos. Hier, place. Bord. Hop. Oké, misschien is dit toch niet... niet in theorie leek het zo goed. Oh. Deze mag op het vuur, ja. Hop. Heb jij een... Oké, er moet nog kaas. Ja, leef maar in, kaas. Leef maar in. Oh, oké, fuck it. Hoppa, let's go. Je hebt niet zoveel tijd meer. Kaas erin, hakken die kaas. Ik kan die kaas. Die kunnen we misschien nog even bij het inleveren, die volgende kaas. Oh, oké, hier, kaas. Kaas. You can do it. Netjes hoor. I did it. Ik denk dat twee sterren. Ja, dat denk ik ook. Goed genoeg. Ja, ik heb geen vlees. Oh my god. Het leek zo'n goede taakverdeling van tevoren, maar... Alright. Ah, kijk, als we die failed order niet hadden, dan hadden we hem gehaald, hè? Ja, maar ik wou net zeggen, 2 puntjes maar tekort. Oh. Yeah. Dat is zuur, nu wil ik hem weer doen. Ja, doen we hem nog een keer? Ja, nu moeten we wel 3 sterren. Ja, toch? Nu weten we hoe het moet. Nu moet het goed komen. Doei Melissa, succes met leren. Succes met leren. Nicole, welkom bij de Creatie Crew. Superleuk. Woehoe, woep woep. Oké, bordjes. Ik ben de broodjes en de broodjes. Jij ik ben de broodjes. Oké, okay, deze staat klaar. Mam. Vlees. En kaas. In ieder geval, ja, want dat ging net nog niet goed. Dat vlees hakken. Daar was het op gefaald. Ik kom helemaal met hakken. I'm on my way. I'm on my way. En een kaas. Op maar, dat is genoeg. En een vlees. Pieuw. Dat is genoeg. Dat ligt nu overal. Hamburger. Hij ging zo in je handen. Dat is dan wel weer nice. Ik kom vlees aan. En een sla. Oh. Oh, deze kan je geleverd worden. Oh. Is oké, okay. Ik maak er gewoon verder op. Is oké. Okay. Team Kitta, Kitta Maris kan dit. Broodje vlees. Waar komt die sla nou in één keer weer vandaan? Borden, ik ga afwassen. Ik ben even weg. Oké. Okay. Was je. Deze kan op het vuur, deze. Die is niet gaar, die moet op het vuur. Oh, echt waar. Really? Really? Oké, ik ga even vieze borden halen, ja? Oké, ja. Oh, hallo. Zal ik ze meenemen? Yep. Kan je ze pakken? Nee. Ja, ik kan niet pakken uit die handjes. Nee! Nou, voor straf mag jij ze brengen. Ik pak hierop en dan kan je ze daar. Ja, ik pak ze nu aan. Hier, Oh. Ik vang het gewoon. Nice. Oké. Okay. Oh. Oh, sorry. Het is echt Jessie's hoofdkaas. Oh, whoops. Nou ja, ik kom terug. Ja, snijden we hem gewoon. Gooi die sla, gooi die sla. Go. Oh, ja, ik ga weer even terug. Ik Ben je die hamburgers afmaken? Kan er even hamburgers gegooid worden naar Adinda? Want als ze kan niet niks, hè? Staat er niks, hè? Nooit personeel aan het liksen. Oh. Dat kost alleen maar geld. Ik was hamburgers aan het afmaken, hè? Mam. Nee. Oh, die is klaar. Je moet gewoon... Hop. Oh. Hop. Hop. Een slaatje. Oh, nou, ik heb nog vleesje. Hop. Hakken. We hebben weer borden nodig. Hop. Ik ga hakken. Ik zit al te hakken. Hakken allemaal. Hak. Hé, deze is klaar. Deze kan ingeleverd worden. Ping. Dank ping. Ja, ping. Ik ben er. Als je zegt ping, dan snap ik hem. Dan gaat hij goed. Een slaatje erbij. Wat is toch dat vervelende geluid dat je dat het hoort? Dat ben ik. Hoorde altijd... Wat? Misschien is dat de inktvis. Nee, serieus, ik hoorde altijd...
Vet creepy. Nou, ik zie het al, dat is dat broodje. Dat broodje? Waar is dat broodje dan? Inderdaad. Waar is die dan? Okay. Oh, die daar rechts. Die ik altijd aanrij. Flash. Kaas is opgesneden. Kom hier! Er moet kaas op! Kaas! Kaas, geef me die kaas! Geef me die kaas! Hier, hak in die kaasje. Oh, dit gaat niet goed! Waar is de kaas? Oh, hij zit nu hier op. Kaas op zit op het verkeerde broodje. Kaas zit op. Nou! Aan de kant! Hey. Doe hem op mijn bord! Als we nu strafpunten krijgen, dan hebben we ons ding! Nee! Doe ze de verkeerde! Nee, dit was goed! Het was niks aan de hand! Doe die! Ja, in leven is. Oh man! Ja. Wat een chaos! Hey, dat is de titel van deze stream. Extreme chaos in de keuken. Of nog meer extremere chaos in de keuken. Ja, ik heb juist rustig blijven, maar dan wel in capital letters en 5 uitgetekend. Rustig blijven, nou dat doe je wel. Staat daar gewoon lekker chill met het hart. Hey, Tristan! Woehoe! Woehoe! Kijk nou, Hatsa. Zelfs maar 1 order field. Ja, oh. Dat is intensief hoor, dit koken zo. Ja. Orders filled, eentje maar. Nou, was maar 1 boze klant. Dat is te doen. Oh, heerlijk dit, zeggen ze bij ons in de chat. En Melissa zegt, Rick, aan de kant! Ik ga stuk hier. Ja, dat zegt hij thuis ook altijd als ik in de weg sta. Aan de kant! Je hebt een level, maar die zijn heel moeilijk. Of wat? Niet? Kevin level. Oh, is er een Kevin level? Waar is het Kevin level? Pak, pak. Gaan we voor Kevin level? Kevin level 5. We hebben er echt pas 2 gedaan of zo. Let's do it. We hadden er eentje, hadden we toen ook niet op 3 sterren gehaald. Toen deed het nog zeer. Maar nu zeggen we... Boeien. Boeien. Kevin moet maar blij zijn. Oh, nee. Ha. Bloem weer met visjes weer in de molen. En dan weer van die andere visjes erbij. En Bloem met visjes in zender en dat ding. Oké. Je hoort ons ook allemaal... Oh my god. Martijn vraagt, gaat dat ook zo in de keuken van Maris en Rick? Nee, dan sowieso doe ik alles. Oh. Maar ik sta wel in de weg. Ja, dat is wel waar, ja. Probeer je niet aan te eten. Kijk, ik doe zeg maar die. Wat moet ik doen? Wow! What's happening? What? Nee, bij ons gaat we worden gewoon meegenomen ook. Omdat Maris altijd alles al opruimt voordat het opgeruimd wordt. Pas op voor die... Oh, okay, ik ben gewoon dood tijdens het haken. Maar we hebben geen vis nodig. Dat is niet zo handig. Hey, ik ging gewoon dood aan mijn keukentje. Dus dat is ook daar gevaarlijk. Is de bloem. Auw! Kevin's level is echt from hell. Oké, ik denk ik dat al 2 keer gestorven, jongens. Oh, er is ook nog wind, jongens. Ook nog. Ja, en ik heb nog helemaal niks staan doen. Alleen maar hier doodstaan. Oh, Rip. Oh, no. Ik neem hem wel mee, hoor. Komt goed. Doen we erin. Waar ben ik? Oh, daar. Ik doe deze nog deze erbij, is denk ik klaar. Nee. Oh, moet het dan nog... Oh, dan moet het daarna nog hierin. Je moet nog gestoond worden, hè? Ja, ik heb het erin gestopt. Oh, ik doe al die blauw. Ah, gaat ook zo hard. Ga ik al. Gaat ook zo hard. Levensgevaarlijk kan dit, er niet tussen. Wat zit hierbij? Ik heb hier... Moet hier iets bij, hè? Moet hier nog iets mee gedaan worden? In de pan of zo? Oké, in de pan. Oh, hier oh in de fik, jongens. Oh, iemand pakken. Oh, ik heb het. Het ziet er wel mooi uit. Ik heb het ingeleefd, hoor. Gaat vet goed lekker hier. Het ziet er echt lekker uit, hè? Oh, guess what? We hebben ook nog afwas. Wind. Ik kan er niet komen door de wind. Oké, okay, hier moet iets bij. Niet alleen maar bloem, jongens. Niet alleen maar bloem. Nee, we hebben fik. Oh, nee. Oh, ik was dood, jongens. Ik ga je laten alles gewoon in de fik. Nee. Ik wilde hem rennen, maar ik ben ook dood. Oh, no. Setters. Oh, nee. Hier ook al. En wind. Een elektriciteitsstoring. Wat is er allemaal nou? Ah, ben dood. Hier is zo'n plus dingetje. Nee, daar kunnen we helemaal niks mee. Oh, ik ga alleen maar dood. Wat is hier? Wat is dit? Waarom is dit zo'n vies grijze auto? Ik heb opgegeven. Ik. Drie, het wit zeker.
Doe het niet meer. Oh, we hebben schulden gemaakt. We hebben nu min 7 score. Min 37. Oh, ja. Oh, ik ben weer dood. Hey, denk je dat we dit nog gaan halen? Ik denk, ja, mag dit is nu al. Die mensen dood. Ik denk dat we dit maar even opnieuw... Het moet een zijn. Ik ga me gewoon even afwassen, jongens. Ik geef het op. Okay. Ik ga gewoon afwassen. Er kan ik niks mis meegaan. Ik wil graag een geroosterd, hoor. Ik wil graag een geroosterd bordeltje. Kan ik dit visje erop doen? Dit visje staat in de fik. Ik ga wel hierheen. Waarom heeft dit ding ook storing? Hoe fix ik dit ding dan? Ja, door het apparaat hier niet in de fik te laten staan. Oké. Okay. Ik ga het gewoon nog proberen te fixen hoor, die min 37. Het moet goed komen. Ah. Ik denk het niet. Nog meer maar. Ik kan er niet eens komen, joh. Ik moet het nog hakken. Oh, er gaat weer iets in de fik. Ja hoor. Ik kom eraan, dit moet er nog bij. Te laat, hè? Aha. Oh. Auw, dood. Ik was te laat, hè? Ik weet niet waarom we nog niet Ik denk dat we maar beter even opnieuw kunnen beginnen. Ik weet niet of we dit überhaupt kunnen. Nee, we zijn hier niet voor. Min 67, jongens. Oh, ik sta er gewoon voor. Wacht, ik haal het eruit. Oh, ik deed niks en ik ging dood. Okay. Heb je weer iets vies radioactiefs gemaakt, jongens? Ik ga het inleveren. Oh, niets, please. Iemand in mijn chat zet al een brandweerwagen en een ambulance. Dat hebben we wel nodig, ja. Kijk, ze diep teleurgesteld in ons zijn. Ja, zwaar, zwaar. Mijn hele chat is ook diep teleurgesteld in ons. Kevin ziet er eerder boos uit. Like, ja, he is so hungry. Maar geef ons dan ook niet zo'n crappy keuken met een snelweg die me doodrijdt en wint. En gaan we hem nog een keer doen? Ja. Ja. Nou, ik weet niet. Maar dit gaan we toch nooit halen? Ja, dit staat wel echt heel ziek. Dat is misschien een andere keer. Dat is iets te hoog gegrepen. Ik zou het ook niet meer proberen, inderdaad. Ja, hier waren we gebleven. Ja, laten we dat maar doen. We moesten ook helemaal niet naar die andere. We moesten hierheen. Dat was ook zo. 520, jongens. Dat kunnen wij. Ik weet, ik begin steeds meer teleurgesteld. Raak ik in mijn eigen kunnen ook. Daar staan we Keep! Dan. Oh, oh nee, wind. Nog meer wind. Ook weer wind. Keep! Oh! We moeten die wind. Je hebt heel harde wind mee ook dan, zeg maar. Ik ben alweer dood, hoor. Waar moeten we hakken? Hier? Waar is de frituurpan? Oh, daar beneden. Hier. Keep in de frituur. Oh, er zijn er twee. Oké. Okay. Ik heb keep in de frituur. Zullen wij gewoon kip hier aan de bovenkant frituren en dan aardappel aan de onderkant frituren? Is dat een handig systeem? Ik heb hier kip. Kip. Jij moet daar inleveren. Kip met friet. Om. Loop, nee! Kijk, doe die er gewoon in. Red hem. Red hem. Netjes. Yes. Hey, maar is dat een handig systeem? Dat we hier beneden dan kip maken en dan boven dan aardappel of zo? En dan... Best. Samenvoegen, zomaar. Ik ben helemaal hier. Oh, we hebben ook afwas. Om het nog even wat makkelijker te maken. Oh, ja. Oké. Zware wind. Goed dit. Okay. Ja, maar die storm. Waarom hebben we storm in onze keuken? Ik heb hier een bord. Kip. Kip? Oh nee! Nou, dat meen je niet. Oh, die stinkwind. Jongens, ik had mijn kip en alles op een bordje en al. Dan moet ik zeker dat bord ook weer afwassen. Stinkwind. Helaas, niks aan te doen, jongens. Nee, shit happens. Parts happen. Oké, ik kom friet halen. Hier moet alleen nog even friet bij. Ah, oké, gelukt. Ja, gelukt. Ik ga weer keep pakken. Keep! Ja, keep hier in. Ik doe wel even de afwas weer. Erin. Oh, die wind is wel echt irritant, joh. Oké, ik heb hier een kip. Nice, lekker. Heeft iemand een ding is klaar? Of kan ik hem inleveren? Is de friet klaar? Je kan wel even een kip inleveren. Ja. Ik ga weer kip pakken. Weet u wel. Zit er nog eentje in, toch? Ja, dit gaat wel wat beter dan bij Kevin. Bij Kevin... Oh, ik moet hier neerleggen. Oh, was moeilijk. Vieze borden. Kijk, ik heb een bordje. Het is heel zwak tegen die wind in. Het gaat wel oké. Oké, okay, nu slecht. Ja. En mijn dit gaat beter dan bij Kevin. Dit gaat beter. Ik heb hier een kipje klaar.
Die kan ingeleverd worden. Ik heb alweer kip in de frituur. Ik heb al mijn bord gehouden. Welkom bij de KFC, jongens. Het gaat hier super... Oh, nee. Ik wilde net zeggen, het gaat hier super. We hadden vervolgens met kip en al in de sleem. Dat is niet... Dat gaat niet beter. Met een volledig af iets of niet? Oh, ja. En nu... Bord. Zo, ja. Oh, die wind. Die wind maakt echt niet makkelijk. Winderlijk. Oké, ik heb hier een bord. Hey, zo, die is snel verpakt. Lift harder than I should. kom met die kip, schiet op. Ja, bakken die kip. Ja. We pakken die kip. Die aardvieselijke. Ik blijf gewoon kip maken. Dat is gewoon mijn roeping, jongens. Kip maken. Alleen maar kip. Kijk. Alleen maar kip hakken en die kip. Oh, afwas. Yes. Aan de kant, hoor. Yeah. Cool. Fik. Oh, hier is een bandje. Sorry. Hoppa! De tijd zit er alweer op. 500. Hoppa! Ja, kijk, nou is Bark weer blij, hè? Gewoon. Kijk ons ook allemaal massaal kijken hoe blij die is. Ik vind, wij zijn gewoon experts op het gebied van kip en friet. Ja, sowieso. Dat is gewoon echt. Dat zeggen ze ook in de chat. Kip en friet! Daar zijn we inderdaad gewoon echt het beste bij. Friet en kip. Wil er iemand een nieuwe chef? Oh, die is lief. Ja, dat is wel heel cute. Zullen we die allemaal nemen om de stream lekker verwarrend te maken? Volgens mij kan dat ook niet eens. Oh, nice. 3 sterren. Oeh. Dit ziet eruit als een sushi bar. Het staat er ook boven, sushi. Good job. Ik denk dat ik het goed heb. Wat denken jullie? Ja, sushi. Ik had het goed. Ja. Oké. Hakken die vis. Rijst koken. Oh, kunnen wij hierboven alleen rijst koken? Wat is die groene knop? Alsjeblieft. Ja, wat is dat? Oh! Oh, huh? Maar ik kan er nu niet meer op drukken. Dan kun je wisselen, kijk hier. Nee, want ik kan er nu niet meer op drukken. Oh, dat middelste ding doet iets. Oh. Oké. Oké, heeft iemand een nori blaadje voor me? Moet dit niet gebakken worden? Nee, kan het gewoon zo rauw? Kijk hier. Oh, gewoon rauw, joh. Lekker makkelijk. Waar hebben we de borden? Waar liggen de borden? Bij jullie liggen de borden. Oh, daar is een viesbord. Oké. Okay. Daar doe ik wel mee. Kan dit niet onder die komkommer? Oh, nee, wacht. Mag ik een bord? Ik ga een beetje te dwalen hier. Ja, onwijs. Mag ik een bord? Kijk, zo doen we dat. Wat zo. Mag ik een bord? Ja, waar zijn die borden? Ja, ik heb één bord. Onderaan hier. Oh, dit is. Oh, kijk. Druk op die groene knop snel! Ja. Oh, kijk, daar is hij voor. Oké, rijst erbij. Jawel, dan moet gewoon rijst erbij. Ik moet nog een blaadje. Nee. Ja. Ging goed. Ging goed. Dankjewel. Even kijken hoor. Oh, ik kan het niet lekker zien. Dankjewel voor de superchat. Marisse, je buis staat nog in beeld. Oh, sorry. Dankjewel voor het zeggen. Ik heb hem weggedaan. Zoals het goed is, zie je hem nu niet. Thank you. Dat is inderdaad dat vet irritant. Mijn muis zat toch de hele tijd in beeld. Dat is echt irritant. Waarom kan je niet op de knop drukken? Omdat ik op de knop moet drukken. Waarom hebben we geen bordjes? Oh, de knop. Sorry, ik heb mijn handen vol. Okay. Ja, ik heb op de knop gedrukt. Jongens, te ingewikkeld. Oh my god. Dat snap ik niet. Kijk, dat is... Ik denk dat we deze nooit gaan winnen. Aangezien zij het meeste moeten doen. En vis. Ja, zeg. Wij zijn druk eens op de knop. Druk eens op de knop. Nee. Wij moeten hem inleveren. Wij gaan hem inleveren. Oh, wij moeten hem inleveren. Ja, kijk hier. Bart! Ik heb hem. Oh, mijn beste, maar het enige wat ik hier kan doen is dat bord. Ja, maar ik kreeg allemaal donaties binnen, dus ik was even afgeleid. Hier, kijk, we leggen het gewoon hierop. Oké, wacht, visje. Op het bord. Dat is eigenlijk heel erg slim. Wat? Dan hebben ze wat meer tijd. Ik moet die buitenste band doen. Kijk, hop. Oh, als het enige is wat wij kunnen doen,
Ik ben ook nu wat aan het doen hoor, jongens. Ja, en ik was afwas nog kunnen wij doen, hè? Sorry, ja, okay. Sorry ja, ik was inderdaad nog de hele tijd dat niks. Ik ben nu wat aan het doen. Okay, dan ik had vandaag even niet zoveel zin om te koken. Dat is even een beetje lui. Oh yeah! Bord! Oh. Oh, daar zit ook nog een band! Ja, maar dat is voor de borden niet zo handig, want dat duurt echt Lang. Oké. Dat moet wel echt via het midden. Ja, oké. Moet nog een klein beetje koken. Nee, maar op de band. Nee, niet hoor. Dan moet je niet in de... Ja. Niks aan de hand. Misschien is dat het bordenhek. Drukken jullie eens op die knop? Knop? Knop. Welke knop? De hele tijd die knop nodig. Ik sta hier ook gewoon even lekker te chillen in mijn keuken. We hebben een nieuwe, we hebben een tactiek. Wow. Kun je hem even herstarten? We hebben er wel kijk, een tactiek in, ja. Kijk hoeveel er aankomt. Ja, dat is onze nieuwe tactiek. Als je nou eventjes herstart, dan kunnen we hem misschien halen. Ja. Oh ja, sorry. Druk op alle knopjes. Ik vind het zo lekker. Ik ook. Hey, oké, nu ga ik wat doen. Nu ga ik wat doen. Dat die brand vol met kip. Oké. Ik ga een rijst koken. Druk even op die knop, dames. Oh, knop. Knop. En nice. Ja, goed zo. Kijk, dit gaat vet goed. Dit gaat vet goed. Ik heb nu toch nog even niks te doen. Ik help nu wel even met hakken. Die kan wel vinden. Ja? Borden. Hier is een bord. Zo, die erop. Kijk, dit gaat super. Die met een race. Ja, heb ik. Oh, we hebben een bord. Ja, zag ik ook in één keer staan. Waar zijn visjes? Oh, die komen eraan. Got them. Oh, rijst. Ja, kan ik even gewoon gehakte vis krijgen? Want ik zit echt te wachten, zeg maar. Want we hebben natuurlijk ook geen borden, dus ik kan ook niet verder. Wow. Kan je hem even deze kant op gooien, alsjeblieft? Ja, thank you. Kijk. Oh, dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, daar zit ik al deels op te wachten, anders duurt het vet lang. Oh, dat was heel dom, hè? Had je er niet over nagedacht? Alleen die borden kan je niet gooien. Kijk, hier, borden. Oh, daar kan je niet bij. Nee. Doe hem tenminste. Ik heb op die knop gedrukt. Oké. Hier, wacht, nog een bord. Ja, komt ie. Nou, dit gaat beter, jongens. Nou, we hebben nog niks ingeleverd, hè? Wel, twee dingen hebben wij al ingeleverd. Wij zijn vet goed. We kunnen gewoon niks. Kijk maar, want we hebben geen borden. Druk even op die groene knop. Knop. Ja, komt er maar. Ja, bord. Oké. Ja, daar meteen fles op. Ja, dan doe ik meteen zo'n groen ding erop. Oh. Kijk, rijst erin. Hop. Oh. Vis. Ja, leg die vis neer. Nee, komkommer moet erop. Wat doe je met die vis? Nee! Kijk maar, dan moet je moeten inleveren! Sorry. Ik dacht dat die vis erop moest. Oké, bord. We hebben geen bord. Hier, druk op de knop. Heb ik al gedaan, kom. Komt eraan. Dan moet je die even afwassen. Kijk al die komkommers. Ja. Jessie gaat. Ja, Jessie die gaat wel. Jessie werkt wel. Wat een werkpaard. Kijk, je werkpaard en je hebt sierpaarden. Oh, wow. Mijn camera is nu ook in één keer gecrashed. Oh, nee. Oh, nee. Druk even op de groene knop. Oh, ja. Ik kan hem niet... Oh, nee. En ik kan nu even ook niks doen, want mijn hele Streamlabs is gecrashed. Oh jee. Oh jee. Oké, jongens, wacht. Zwarte beeld podcast. Vandaag wordt deze stream gerund door één lavalamp. Oh, dat is toch erg? Oh, wat erg. Jullie horen me nog wel. Maar welke is Rick nu? Ja. Oh, wat erg dit. En kijk in de tussentijd in deze game alles hier rondgaan. En alles hier gaat eens kijken. Dit is wat mensen thuis zien. No signal. En aan de andere kant een lavalamp. Oh, dat is toch erg. Ja, hij doet het echt niet. Ah, ja hoor! Thank you! Ik ben er weer! Hello! Ik kan niet met een bord eigenlijk. Ik denk dat we weer opnieuw moeten beginnen. Sorry jongens, mijn camera was er ook nog helemaal van. Dit kan natuurlijk een stuk efficiënter als we wel gewoon kunnen gooien, hè? Want dit is natuurlijk dom dat we Ja, maar ik denk dat aan het begin kunnen we wel even wat gooien. Daarna gewoon die band vol. Ja, daarna die band gewoon vullen. Dan blijft het de hele tijd ook gewoon door van. Ja. Ik stem voor een herstart. Herstart. Ja, dat lijkt me goed. Dit kan beter. Ik heb alleen het gevoel dat er niet zo heel veel van dat... Hallo, ik ben er weer. Hallo.
Seaweed. Nori heet Zwarte Beeldpodcast. Nou, dit was een lavalamp podcast. Met chaotische keuken op de achtergrond. Oké, nou, gooi je die vis. Geef even de borden door. Please. Ze hebben geen borden, toch? Of wel? Oh ja. Eentje. Ik heb één ding al ingeleverd. Woep, woep. Goed zo. Ik vieze borden. Druk op de knop. Oh. Waarom krijg ik die kip terug? Oh, die vis. Nee, ik heb hem al gepakt. Ik ben nu vet goed bezig. Ik ga rijst koken. Okay. Oh, jij had hetzelfde idee. Mam. We gaan rijst koken. Doen we ook. Tegelijkertijd. Borden. Oké, druk even op de knop. Druk op de knop. Kijk. Dit Opa, gaat we moeten gewoon lekker. Communiceren. Ik weet ja, dat we daar niet van houden. Ja, maar communiceren is moeilijk. Ja, eigenlijk wel, hè. Kijk, dingetje erop. Rijst erop. Wat moet er nog meer op? Komkommer. Komkommer moet daar nog op. Komkommer. Jullie moeten even rijst blijven doorkoken, dames. Want anders rijst gaat koken. Dat... Ja, we hebben vet veel rijst nodig. Ja. Ik doe mijn best. Rijst koken. En even de vieze borden geven. Hier moet alleen nog een komkommertje bij. Even kijken. Nee, dat nergens neer zit. Nee. Waar is de komkommer? Sorry, dat was ik. Het is ook zo'n troep. Kijk, hier komt de komkommer aan. Ja. Oké, ik heb er weer één klaar. Nou, dit gaat lekker. Het gaat best goed. Borden. Give me board. Lekker bezig. Ja. Ja, dit gaat goed. Druk toch wel op de knop. Ja, dat is nice. Zonder te Kijk, denken. Wij waarderen de kleine dingen, jongens. Yeah. Hop. Ik heb die Jessie gaan hoor. Go. Ja, ik blijf maar. Ja, wij kunnen gewoon echt een heel restaurant vullen met al jouw hakwerk. Het is echt de borden. We hebben ik kan gewoon... niet op de knop drukken. We hadden niet zo gierig drukken. Moeten doen met het aanschaffen van de, van het servies. Nee, dit gaat super. Dit gaat top. Oh nee, dat gaat goed. Dat gaat goed. Geef me die komkommer. Kijk, dit gaat. Geef me die vis. Maar dit is toch triest eigenlijk. Hebben ze zo'n druk restaurant, zo weinig borden. Dat kan toch niet? Nee, daarom. Dat is het enige dat niet echt soepel gaat in dit restaurant. Dat had anders gemogen. Nou, het vieze bord mag wel weer terug. Rijst erin. Vieze bord terug. Yeah. Komkommer erin. Doe die rijst nog niet klaar. Oh, rijst is niet klaar. Ja, wacht. Ik zie het nu. Ja. Zo. Waarom? Oh. Nee. Druk op die knop. Als iemand even dat bord kan brengen. Ja, ja het komt eraan. Die rijst is wel klaar. Oh. Even van het vuur. Geen fikkies. Nou, even geconcentreerd. Groene knop. Ja, kan je niet meer borden kopen? Nee, helaas. Dat is de challenge of the game, denk ik. Anders kan je te veel... Kijk die Jessie werken, joh. Dat is echt, dat is maar een werkpaard. Oh, hier, wacht. Oh. Beetje zwarte rijst. Nobody cares. Bord. Inleveren. Bord met vis. Hier, vis. Lever in. Ja, go. Inleveren! Ik heb hem. Ja, ik denk dat jij met pensioen kan. Druk op die knop. Oh, dat is al. Sorry. Ik had nog een vies bord aan. Hoppa. Oké. Okay. Dit gaat weer goed. Druk even op die knop. Jullie gaan weer goed. Ja, ik ben weer een beetje trots op jullie. Op jullie hebben wel wat in te halen. Ja, dat was net echt heel erg. Je bord. Bord. Nu gaat het goed. Maar we hebben nu ook de rust weer terug. Hè? Merk je net? Rust. Komkommertje moet er nog bij. Visje erbij. Huppa! Nou, dit is echt nice. Dit gaat lekker zo. Oh, ja, we leggen geen borden meer. Kijk, borden zijn weer op. Serieus? Oh, oh man. Nou, dit gaan we niet meer redden. Ja, joh, dit was maar, het. Maar in, joh. Oh, nee, Jessie, wacht, dat is niet goed, aanschouw al je werk hier zo om ons heen. Het hard gewerkt, jongens. Kijk, alles is gechopt. Knop. Lekker. Ja, oh, kijk, ik heb hier gewoon eentje klaarstaan. Even nog een vis in. Ik kon gewoon ingeleverd. You can do it, vis! Oh, die was volgens mij niet goed. Nou ja, boeien. Hebben we nog gehaald? Ja! Yeah. 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 Kijk, zie, het was de rust. Zo doen rust. We dat. Bord. Het klinkt als een rapnummer, zegt iemand. Bord. Yo. Bord, geef me die bord. Bord. Oh, sorry. Bord. Bord. Nee, dat was niet wat ze bedoelde, denk ik. Ja, en omdat ik zat te snijden de hele tijd. Ja, daardoor ging het vet goed. Ja, dat ging hartstikke goed. Oh, Kevin level. Ja, ze zitten allemaal tegen mij te zeiken. Oh, je hebt alleen maar zitten snijden. Maar je was skill ontwikkeld nu dit. Hé, hey, we hebben weer een Kevin level. Maar als ik het zo zie, denk ik dat we die niet willen doen. Nee, doe maar niet.
Doe maar niet. Kijk dit dan. Een en al lopende band. Waar heb je het over? Kevin level? Huh? Nou, ik weet het niet hoor, maar dit ziet er niet heel veel beter uit. Jawel, joh. Ik wil pasta halen, zegt mijn moeder. Ik wil weer een keer pasta maken. Laat me pasta koken vandaag weer. Niet nodig. Kunnen we gewoon... Krijgen we geen uitleg van wat we moeten maken? Oké, burrito's blijkbaar. Krijg toch altijd een uitleg? Waar is de pan? Ik heb hier... Oké, dat is niet wat we hebben. Ik heb hier rijst voor in de pan. Rijst. Rijst voor in die pan. Ik heb hier een bord met een burrito. Rijst voor in die pan. Goed bezig. Oké, rijst wordt gekookt. En we hebben Hier champignon. Waar kunnen we hakken? Waar kunnen we hakken? Oh, daar. Hakkie. Oh nee, alles gaat volgens mij verplaatsen. Kip is klaar. Waar moet de kip heen? In de ding? Rijst. Met hierin? Wat? Waarom mag die niet moet heen? Ja, die mag opgeleverd worden. Hé, jongens. Oh, wacht. Okay. Doe hem hierin. Wacht. Yes, leef mee. Oh, nee, niet doen. Nee. Oh, nee. Oké. Okay. Oh, ik ging zelf vallen, maar mijn champignon had het overleefd. Waar zijn die burrito's? Oh, daar. Ik denk dat deze niet klaar zijn met snijden of zo. Kan ze niet waarom brandt daar iets? Nee, er moet eerst een wrapje op. Wrapje. Is dit? Moeten die gebakken worden misschien? Die champignon. Oh, dat zou goed kunnen. Ik kreeg hem er ook niet op. Oh, ik ben gevallen. Ja, dat is het. Oh, okay, jongens, why? Oh, nee. Nee. Dat verschuift alles ook weer. Oké, nou. Ik ga. Ik heb hier een bord. Nee, heb ik een brandblusser al nodig? Met rijst en al. Ik doe de brandblusser even daar hoor, weg ermee. Staat in de weg. Oké. Ik heb niet het gevoel dat ik heel goed bezig ben of zo. Stress! Nee. Je moet hier een rijst. Oh, kijk, de bord is niet weg. Kijk, het bord staat van daar. Au. Zat hier kijk, deze is klaar, die kan ingeleefd worden. Fik. Hier moet nog een champignonnetje in. Is er een champignonnetje ergens gebakken? Oh. Waar moet die ingeleverd worden? Oh, daar. Nee, ja, ik ga. Let me go. Wie heeft de pan? Ik heb iets ingeleverd. Hoppa, ik gooi hem al vanaf hier erin. Ik ben helemaal trots. Ik heb iets ingeleverd. Je moet nog iets op. Oh, ik wilde net gaan hakken, maar dat gaat niet gebeuren. Oké, deze kant. Hier is gewoon bord. Oei. Het is alsof het nog niet lastig genoeg is, hè? Waar staat de brandblus? Daar, oké. Ik heb hier nog een burrito, maar we hebben geen borden. Waar zijn de borden? Hier zijn de borden. Wat staan we ook allemaal voor kleintje? Echt? Ja? Ja. Oké, rijst had ik net nodig. Komt goed uit. Oh, dat is de verkeerde kant op. Ik heb weer een bord. Oh, dan ga ik die kant terug. Dat is niet handig. Wee! Ja, oké, rijst zit in de pan, wordt gekookt. Wat wil je dat ik nog meer doe? Wat moet ik doen? We moeten champignons hakken en bakken. Oké, ga ik het even halen. Hakken en bakken. Hakken en bakken. Oh, mijn champignons zijn weg. De blussen, die hoort er in brand te staan. Oké, goed om te weten. Oké, dus dat hoef je niet te blussen. Oké, en de champignons moeten ook in de pan, toch? Yes. Oké, dan worden die gebakken nu. Ik heb hier kipje. Daar moet alleen nog rijst in en een bord onder. Rijst? Ik denk ook niet dat we deze gehaald hebben. Nee. Ah, helemaal hierheen. Ik denk het ook niet. Oké, ik ga me afwassen, want ik weet het niet. Wat gebeurt er? De stress. Oh, ik ben gewoon rustig aan het afwassen, jongens. Ik heb hier net mijn paddenstoel in de fik liggen. Alles in de fik. Kijk. Wat is dit? Oh, nee. De tijd zit er al op. En de keuken stond in de fik. Oké, best wel veel halen met die sterren. Het is echt zo... Dit was echt heel slecht. Of voor de eerste was wel 500. Oh my god. Oké. Dit was lastig. Iedereen in mijn stream die nog actief is, zeg Eyo in de chat. Eyo! Super actief. Volgens mij, want ik heb nog 38 views over. Oh jee. Ja, het is ook donderdag. Iedereen moet slapen. Het is donderdag. Ja. Eyo! 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 Zit er in mijn chat ook? En keep! Ja, vier mensen! Oh. Vijf! Nou. 6, 7, oké. Ik krijg alleen maar in mijn chat, jongen, wat slecht weer. Ai, ja, dat ging niet zo heel best. Kijk, nu krijgt Rick zijn score wel, hè, als we heel slecht gaan.
natuurlijk. Maak je daar maar geen zorgen om. Oké. Hoe gaan we dit... Maar we moeten dus eigenlijk de rijst met burrito aan de rechterkant maken en dan breng dat bord wel naar de linkerkant. Ja, en dan de kan je kip en de vlees en, maar ook en de champignons moet aan deze kant. Oh. Wacht. Kijk. Nice. Dank u. Die moet even gechopt worden. Oh, en dan een vleesje. Toby. Kom even bij jullie vleesje choppen. In de prullenbak. Ik kom hem even choppen. Zo, die. Staat er nu alweer iets in de fik? Ja, nee, bijna. Nee, is al klaar. Okay. Maar jullie hebben de burrito's, toch? Waarom? Oh, nu niet meer. Oh, hij is ik weg. Ben de pan kwijt. Ik heb hier dit. Ik ben de pan kwijt. Oh nee, we moeten terug op het vuur. Oké, nou. Kijk. Jongens, daar gaat er iets fikken. Waar is die in de pan? Waar is die? Oh, hier ben ik aan de rechterkant neergezet of zo? Hier, wacht even, ik ga dit proberen te fixen. Even kijken of die nu gefixt is hoor. Nou, wat is er nou met mijn camera vanavond? Waarom is het zo raar? Nou, ik ben er weer hoor. Het is echt het meest chaotische stream. Dankjewel Melissa voor de superchat. Dan ging mijn cam weer inderdaad. Maar waarom? Ik weet het niet. Hier staat zelfs gewoon mijn hele stream in de fik, denk ik. Ik weet het niet. Chaos avond. Staat in de weg. Oh, maar nou sta ik er niks hè. Ik moet wel wat doen. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Mushroom. Oh, wat is dit erg. Ik probeer niet in de afgrond te vallen. Ik ga afwassen. Ik ga afwassen. Ik weet het niet, jongens. Mijn brein doet het niet meer. Waar kan ik afwassen hier? Ik heb afgewassen, hoor. Ik heb ook iets gedaan. Wil er iemand op bord? Hebben we nog rijst? Ja, burrito. Ik ben niet goed in burrito's. Burrito's is niet zo mijn ding. Denk ik. Ik heb hier een bord. Die moet even gehakt worden. Ga dan weg met dit ding. Die kip moet even nog gehakt worden. Hier, rijst in de pannen, jongens. Rijst. Hup. Hier, zit eentje in de pan. Dan ga ik nog even een hamburgertje bakken. Nee, die hebben we helemaal niet nodig. ik weet niet meer wat ik moet doen. Burrito'tje er nog op? Nee, die hebben we al. Dat is ook irritant. Laat het ding dan gaan. Ga maar weg! Oké, ik heb er eentje met. Ik heb er eindelijk eentje klaar. Hè? Oh my goodness, ik had er eindelijk eentje klaar hoor. Jongen. Wat een gedoe. Hebben we kip ergens? Nee, ik heb wel vlees. Oh, oké, doe maar. Hier, vlees. Kip. Rijst. Hier, doe het niet weggaan! Geef me dat vlees! Zet het neer! Wat er? Ze zet het niet neer! Zet het neer! Loop er nou niet mee weg! Je verpest de game! Geef hem in! Go! En je rijst opdoen. Zo. Aan de kanten! Oké. Okay. Is dit klaar? Oh my... Nou, ik denk dat we hem nog slechter hebben gedaan dan net, joh. Dat kan toch bijna niet? Oh, jawel, joh. Ik heb helemaal staan niks. Ik wil niet meer. Ja. Ik kan niet bij het vlees, want er zit een vuurtje voor. Jongen. Nee, dat is zo slecht als vorige keer, volgens mij. Dit is echt gênant, hoor. Oh jongens, ik heb helemaal bijna mijn keel van het lachen. Wacht even, ik pak even wat ijsthee. Oh, wat erg dit. Wil jij ook een ijsthee? Nee, dankjewel. Okay. Ik I'm good. Wat een aanfluiting dit. Oh, dit was echt zo slecht. Mijn chat is weer teleurgesteld, jongens. Staat ook echt alleen maar één woord, hè? Teleurgesteld. Weer niet. Thanks, Lieke, thanks. Teleurstellend. Die moeten gewoon rechtsonder blijven staan. Gewoon neerzetten, burrito erop. Crea meer te zeggen, het is bijna slechter dan mijn Engels. Ja, dat is denk ik wel handig. Dat is de meest stabiele plek. Ja, die beweegt veranderen niet de hele tijd. Oké, maar hoe komt dan het vlees bij de dingen? Ja, we hebben echt een strategie nodig inderdaad, want dit werkt niet. Ja, die borden moeten... Je moet gewoon die lege borden altijd rechts onderzetten, denk ik.
Gewoon zo'n burrito ding erop gooien. Ja, want je maakt altijd burrito's. En, ja, ze moeten altijd op die borden moeten gewoon standaard van die burrito's gelegd worden. Dat ga ik doen. Oké. En ik doe de afwas. Oké, want de rest gaat niet goed. Maar ook, ja. Ik doe de afwas en ik leg burrito's op de schone bordjes. En ik lever in. Oké? Even mijn... Dan ben ik gewoon een renvrouw. Ik ga de rijst doen. Rick is Indo. Rick, jij bent rijstkoker. Ja hoor, tuurlijk. Ja, hij vertikt het om een rijstkoker te kopen, dus... Ja, daarom. Dus dan kan hij dat hier ook wel in dan, die pan. Dan moet je wel heel goed rijst kunnen koken. En jij bakt de kip. En Jesse gaat gewoon weer hakken. Want Jesse is goed in hakken. Jij gaat bakken. Ik ga bakken. Okay, dat en ik wel. Ga wassen en Rick gaat koken. Alleen bakken? Nee. Bakken. Alleen maar bakken. Alleen maar bakken. En Jesse gaat hakken. Ja, en misschien moet je af en toe ook bakken. Rick, dan ga ik het hakken. Ja, en ik denk dat je af en toe ook moet bakken. Bakken, hakken. Ik ging bakken. Oh, ik dacht dat Rick ging bakken. Oh nee, die ging de reis doen. Oh oké. Okay. Ik ga wassen, oké? Okay? Ik bak sabi buiten. Is sabi buiten? Ja, nu niet meer. Dat is niet de bedoeling. Oh nee, dan gaat mijn camera weer. Wat is er mis met mijn camera? Waarom gaat het even uit? Hoe kunnen jullie professionele gamers nul sterren hebben? Oh, gaat fout. Waarom kijken mensen naar deze stream, jongens? Dat is echt... Knudden. Oh, wat echt. Dan gaat mijn camera weer. Nou! Oké, ik kom even kijken, ja? Ja, hij gaat de hele tijd uit. Oké, welkom bij de Zwarte Podcast, die mensen. Zwarte Podcast stream. Alleen vandaag is de lavalamp stream. Ik heb geen lavalamp meer. Ja, jawel. Welkom bij de lavalamp stream. Vandaag in de lavalamp stream podcast hebben we een heel erg leuk onderwerp. We hebben namelijk... Kiep. We hebben bakken, hakken, bakken. Stop maar. Hakken en bakken. Maar ik vind het wel een beetje jammer dat we nog niet de pasta in die pan hebben gehad. Nee. Koken die je pasta. Ja, denk het. We zijn nu aangekomen in de moeilijke burrito's. En sushi's. Hé, hey, ik heb weer beeld. Ja, hakken en bakken, niet kakken. Want dat gaat niet goed. Beterschap, Renske. Bakken, kakken. Maar Sabi was dus in de achtertuin. Ja. Hoe komt ze daar nou? Ja, weet niet. Maar is neem een wijntje anders. Nou, geloof me, gaat het niet beter van. De Cam is gewoon niet content met je teleurstellende chaos, keuken, pakken, kakken. Ja, dat denk ik ook. Proberen jullie nou aan jullie kant de... Ja, Rick is even mijn camera. Doen. Ja, ik weet ook niet waarom. Nou, gaat heel de tijd. Waarom weet ik niet van alles is chaos vandaag. Extreme chaos stream. Ik snap het niet meer. Nou, we hebben nu in ieder geval even pauze, omdat het aan de andere kant niet helemaal goed gaat. Ja. Het is niet onze schuld. Nee, jullie zijn professionele streamers. Ja. Maar jullie gaan het gewoon vlekkeloos. Heel professioneel. Hier onprofessioneel. Ja, hier is het streamen net zo professioneel als mijn keuken. Super professioneel is dat. Mijn moeder zegt, we kijken tegen de borst van Rick aan. Wat gebeurt daar? Oké, nu ben ik ook benieuwd. Willen jullie alsjeblieft niet zo grappig doen als ik net een slok neem? Oh, ik heb echt zo mijn best om dit niet uit te spugen over mijn toetsenbord. Slikken maar eens, slikken. Het is gelukt. Het is erin. Oh, ja, Rick's borst is inmiddels al lang weg. Als er niks meer te zien. Jongen. Nou, de halve stream doet het weer. Dus laten we...
Hey, lekker Maris. Wat gebeurt er? Ik denk dat de pilletjes uitgewerkt zijn. Oké. Ik ben er weer klaar voor. Oh. Ja? Ja. Ja? Het gaat weer. Je hoeft niet hier te komen kijken. Nu game face. Alles gaat goed. Let's go. 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 Met iedereen zijn rol nog? Ik niet namelijk. Nee, grapje. Moest ik nou rijst koken? Oh ja, ja. Oh, ja, wat moest ik ook weer doen? Oh ja, borden. Even kijken, waar ben ik? Waar ben ik? Borden. Zonder... Borden. Waar willen we de borden hebben? Hier? Of maakt dat niet uit? Ik ben wakker. Burrito. Oh, we doen de borden wel hier. Dat is inderdaad een goeie. Borden. Ik doe de borden daar. Bord. Nee, dit gaat wel heel goed, jongens. Ik ga nu hard aan het werk, jongens. Ik ga nu goed mijn best doen. Ik heb al één rijst gekookt. Ik moet eerst gehakt worden. Ik moet hard vlees krijgen hier. Rijst. Hallo, Sabi-tje. Oh ja. Doe maar even niet. Ah, oh, ja. Oké, okay. Is er al iets om in te leveren? Nee, nog niet. Oeh, ah, ja, ik ben er nog. De hakken, dat gaat ook heel ik heb nog geen afwas. Ik doe mijn taak. Ik heb de burritos op de borden gelegd. Maar er zit alleen niks in qua vlees. Ik kom wel even halen. Ik heb de rijst... Oké, okay, jongens. Wie heeft de brandblusser op de rijst gezet? Ik, sorry. Ik niet. Oké, okay, wacht. Ik lever wel eerst eentje met vlees in. Hé jongens, waarom zit er nog nergens een kippie in de pan? Rijst. Wie doet de waarom rijst? Zit er nog nergens een kippie? Ik heb hier helemaal rijst. Maar kippies. Er zijn geen burritos. Ja, jawel, hier. Maar er moet even een kippie in de pan. Kijk. Iemand heeft de borden weer verplaatst. Ja, want die staat al klaar voor het kippie. Maar dat was niet de afspraak. Ik heb geen kippie. Dat was niet de afspraak, nee. Sorry. Maar je niet geluisterd, hè? Zo, ik krijg helemaal niets aanval ervan. Oké, okay, sorry. Sorry dat ik niet heb geluisterd. Ik ga wel weer goed de afwas doen. Ik probeer het, maar alles verandert iedere keer. Ah, kak. Oké, okay, ik kom er weer aan, hoor. Ik verzaak even mijn afwas, maar ik kom weer goed. Op. Oh, god. Zo. Niet op. Kip. Dankjewel, Melisje. Waar zijn de brandblussers? Waarom ligt hier gewoon een vleesje te slingeren? No. Oké. No. Waar zijn de brandblussers? No brandblussers meer. Is het ook te zoeken? Oh, die ging niet goed, die rijst. Zeker. Waar is onze rijstkoker? Rick. Hier is brandblussen. Hier, hier. Hier, hier. Ik weet het niet. Hoe doe je dat, brandblussen? Hier. Oh, zo. Ja, geblust. Oké, dus er komt meer bij kijken dan het lijkt. Oké, okay, ja. Oh, daar gaat mijn bord. Waar is een pan naartoe? Ja, je moet de pan hier weer neerleggen. Okay. Ik heb het idee dat we worden tegengewerkt. Nee, ik maar niet door mij. Kan er één iemand bedenken die dat kan zijn? Nee, ik ben het niet. Ik doe vet goed. Echt, vraag maar aan mijn chat. Ik ben echt serieus goed bezig met mijn taartjes. Ik weet het niet. Jawel! Jawel, toch, chat? Niet jawel, ik ben vet. Ik doe echt goed mijn werk. Want er ligt hier echt zoveel klaar al de hele tijd. Ja, maar oh, ik moest afwassen. Nu gewoon een beetje aan het vlees eigenlijk. Een beetje mijn hulp. Oh. Kijk, ah, dat is wel eerlijk, Jesse. Ja, ik zie. Jesse, ja, zo eerlijk vandaag. Vet, maar alles verandert altijd van kant. Ik heb een invalide de afgrond ingeduwd. Sorry, Jesse. Ik duwde je zo de afgrond in. In je wheelchair en al. Ja, I feel bad now. Sorry. Respect the wheels. Oh, crap. Ik krijg gewoon vuur op mijn hoofd. Kijk, ik doe echt... Ja, zie, Maris is goed bezig, zegt iedereen in de chat. Au, au, au. Waar is de brandblusser? Oh, het is al klaar. Hebben we hem gehaald? Oh, we hebben 500 centjes. Hey, dat goed genoeg. Eén ster! Yeah! Goed genoeg! Goed genoeg! Ster, ster! Niks meer aan doen. Hey, another wheelchair! Zie je niet? Ja. Dit is geen. Dit is een trein, joh. Oh! Een trein! Een wow, één ster, zeggen ze in de chat. Ja, nou, hij is goed. Hij is goed, hij is gehaald. We mogen terug naar het huis. Ik heb wel het idee dat we langer over deze wereld hebben gedaan dan normaal. Dan die andere werelden. Ik ben een beetje teleurgesteld in ons. Mijn chat, teleurgesteld.
Nee, ze zijn helemaal profi met de 1 ster. Wow! Okay, oh, mijn camera gaat weer. Mark. Mijn camera valt weer uit. Ik klik op al mijn knopjes, maar... Sorry. Oh, okay. Dat moet ik doen, denk ik. Ik weet niet wat er mis is met mijn kraaien. Hij zegt dat de temperatuur te hoog is. Ja, toch wel, hè? Ja, zie, mijn camera staat in de fik. Told you. Je moet je camera ook water koelen. Ja, ik heb een brandblusser nodig in mijn studio, jongens. Mijn camera is oververhit. Nou, dat is toch ook wat, zeg. Dan moet je hem gewoon echt van het fornuis afhalen. Ik heb een idee. Rick stuurt de auto. Stuurt de auto. Kunnen we weer kijken naar de borst van Rick? Ik heb een idee. Oh, dat wil zien. Oké, wacht. Ik kan nu even de bus niet besturen, jongens. Klein momentje. Je kan niks zien, want je ziet nu alleen maar no signal. Wat doe je nou? No signal. No signal today. No signal. Ja. No signal. Oh. Oh, dat ziet er wel heel serieus uit. Check if cables are properly secured. Ja. Input source device is on. Het is een professionele stream. Dus nu heb je een no signal en een lavalamp. Goed gedaan. Zet hem gewoon even uit. Rick en Marie zijn er klaar mee. Jullie zien ons nooit meer. Vanaf nu ben ik no signal en Rick is lavalamp. Ja, jullie doen het er maar mee. Oh, dat is toch ook echt schandalig. En hier kijken mensen dan naar, joh. Ik snap niet wat jullie hier allemaal doen. Oh my god. Zie je technical issue stream altijd. Ja. Oh, hey, ik ben er weer. Hey. Hallo. Is er weer? Ik ben er weer. Shannon zegt, ja. De stream wordt afgesloten in 3, 2, 1. Nee, hij gaat goed, hij gaat goed. Thank you. Het is gewoon echt chaosavond. Oké, ik ga weer verder met rijden. Waar moeten we heen? Want ik zei... Oh, daar. Oh, dat ziet er gezellig uit hier. Dat ziet er leuk uit. Kijk dat bruggetje. Dat is net Animal Crossing. Hé, hey, Carbonkel. Dat is echt een Carbonkel. Hoi, Carbonkel. Vertrouwen het wel. Oh, deze chaos vinden ze juist leuk, zeggen de kijkers. Oké, stel voor het een no signal en lavalamp inzetten dan. Hey, zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja, ik zit weer. Let's go! Ja hoor, het is de echte Carbonkel. Hoi, echte Carbonkel! Yeah! Oh, dit ziet er wel uit als een enorme keuken trouwens. Ik ben er hier niet klaar voor. Oh, ben je blind? Huh? Oh! 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 Ik heb een stick! You have a stick! But you killed the wheelchair guy! Sorry, again. Sorry, wheelchair guy. Oh no! Oh, oké, maar we moeten hier, dus... Oké. Hier. Oh, Jesse, dan word jij stuurman. Gewoon. Dan ga jij dat gewoon doen. Zeg maar of ik naar links of naar rechts moet. Als dat het enige was wat ik hoef te doen. Nou, de rollen zijn al automatisch verdeeld. Dat is wel lekker. Ik pak echt alles behalve hetgeen ik nodig heb. Hier moet alleen nog een komkommer bij. Tegen iemand erop. Nee, dan moet een vis bij. Die is klaar. Nee, die vis moet hier bij. Vies. Ja. Neem maar mee. Oh, bloep. Go, go, go. Ga nou maar. Ga nou maar. Ga nou. Oh. Wat doen jullie? Ja, vallen leven in het water. In. Overleven. Oh, jat dat ding. Hey, wat moet hier in deze pan gebakken worden? Oh, vlees. Hamburger. Hamburger. Zo, wel, ik sluit ze daar gewoon op. Ik moet het gewoon niet verpesten. We hebben even rustige tijd hier. Kijk. Ja. Komkommers. Kijk, die met... Je moet ze wel eerst snijden, hè? Oh, ik heb een bord nodig. Oh, nee. Die moet niet. Oh, die moet hier. Bord nodig. Vleesje. Oh, die moet ik eerst afwassen. Okay, ja, ga maar. Ja. Ga maar. Kijk hier. Just go. Kan dit even hier op een bord? Oh. Dit is zo leuk. Oh, nou, hard werken is dit vooral. Kom, stikman! Cent. Ja. Papa! Ik had gewoon iedereen. Oké, wat moet hier nog op? Een vis of zo? Wat is dit? Iemand er deze omheen. Hallo. En wat een komkommer of zo. Moet er nog gesneden worden. Ik ga mee. Ja. Bye, later. Was gezellig. Ik heb hier niks te doen, maar oké.
Ik word gewoon alles gesloten hoor. Oh. Ik kan gewoon gooien. Ja, maar deze is zo klaar hè. Ja, maar daar hebben ze niks aan, want ze kunnen er niet mee. Nee, want we hebben geen borden. Wow. En jullie hebben de afwas, jullie hebben de afwas. Daar ligt al best wel wat klaar, jongens. Jullie kunnen het zo afmaken als je zou willen. Maar je moet het wel. Wacht. Sorry. Ik ben er helemaal klaar mee. Het is amateuruur vandaag. Amateur hour. Kom op, jongens. Oh, bloep. Ik ga gewoon hier in het midden staan. Ik ben er klaar mee. Ik kom gewoon niet meer terug. Hey, wacht. Hey, niemand is hier meer. Hier, borden. Hier, borden. Ik wil niet meer. Weg met die borden. Weg. Gooi maar. Weg ermee. Hier, oh. Ik kan deze niet gooien. Oh, bloep. Nou, ik ben er weer. Ik ben weer verdronken, jongens. Ik denk dat we deze even opnieuw moeten doen. Dit gaat niet best. Nee. Yep. Oké. Okay. Gaat inderdaad niet best. Restart. De pan ook gewoon weg. Anders is de moeder van Kitta niet blij. Teleurgesteld. Oké. Let's go. Ik dacht dat ik hem ook vast had, maar ik zat niet vast. Rijst. Teleurstellend. Doen jullie vis en komkommer? Nee, lekker. Bord. Die erop. Oepsie. Okay. Hier zat rijst op. Staat hij nu vast? Oh nee. Oh. Waarom ga je nou met het bord? Hier, voor die. Kijk. Hop. En waar als je dingen op moeten, dan kom maar. Oké, ik wacht. Ik kom die kant op. Oh, hoi. Kijk, die andere vis kan erbij. Dan moet er alleen nog een komkommer. Hier, Adina, hier. Die komkommer moet er ook nog op. Komkommer er nog bij. Ja, en inleveren maar. Maar dat kunnen ze toch aan hun kant doen? Ja, maar dan moeten ze het wel pakken. Broodje. Oh, geen borden. Borden afwas. Ja. Oh. Helaas. Wat helaas deed ik dan? Ik heb het niet gehaald. Komkommer hebben we nodig. Hoi. Ga nou weg. Er moet nog even een komkommer bij. Ja, inleveren maar. Oh. Oh. Een burger bij. En deze. Ja, ik moet terug. Oh. Hier moet nog een visje bij. En die is ook klaar. Is het, bord. Ja. Burger. Thank you. Burgers. Hier, die kan ingeleverd worden. Die vis. Die is klaar. Ja. En de afwas. Oh, die bord. En de afwas. Kijk, dit gaat goed. Goed eens. Goed genoeg. En vlees even hakken, alsjeblieft. Want dan kunnen we die bakken voor een hamburger. Vlees. Borden. Bord. Oké, ik ga even terug. Kijk, dan kan die in de pan. Even kijken. Die moet met rijst. Ja, en die erop. En dan moet er een komkommer bij, die ligt hier. En dan moeten we er nog eentje maken met rijst. Ik ga dit even terugbrengen. Komt weer. Die kan ingeleverd worden. Borden. Bord. Ja, ik ga weer. Thank you. Bord. Rijst. Oeh, nee. Ik ben allemaal hier. Ik kan niet met die rijst van de bord. Deze is klaar. Neem hem mee. Lever de burger in. Go. We hebben geen tijd meer. Hier moet alleen nog een komkommer bij, hè? Bij deze. Er moet alleen nog een komkommer erbij. Ja, kan die weer weg. Oké. Ja? Yes. Ga ik weer. Doei. Later. Ik moet even bakken die burger. Bakken die burger in die pan. Ah. Jongen. Ga maar weer terug. Ik ga met je mee. Go. Is niet erg. Vieze borden. Afwas. Bord. Oké, ik neem deze mee. Deze snel. Bakken die in de pan. Ja, go. Oei. Hello, my man. Oeh. Hier. Lever in. Oké, het ging goed. Maar, bord. Wee!
Ja, 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 Bart, Bart, Bart. Nog meer Bart, nog meer Bart, nog meer Bart, nog meer Bart. Nog meer Bart. Oei, oei. Sorry. Ja, reis erop snel. Ja, oei. Snel, vleesje erbij, snel. Rennen, go. Go with your wheelchair. Nu kunnen we. Hier. Snel. Nee, red je niet meer. Nou, ik vind dit niet slecht. Hoppa, kijk nou. Hey, we hebben eindelijk de flow terug, hoor. Duurde even 2 uur. Nee, toch? Oh, ik kom er nu aan. Kom ze drama uit, pap. Allemaal lief tegen elkaar. Wat? Drama. Ik kom ze drama uittrappen. Drama in de chat. Kom eraan. Oh, oh, oh. Oh, we hebben 3 sterren. Ja, joh, dat is vet goed gedaan. We deden het super. Ja, ik zie het drama en ik ben meteen invested. Zet je moeder in. Oh, oeps. Ik heb per ongeluk een verkeerd knopje gedrukt. Ik ga eruit. Ja, ik ga hem niet nog een keertje doen. Nee, zo leuk was hij nou ook weer niet. Even lief zijn. Wat? Nee, we hadden 3 sterren. We hadden 3 sterren. Was goed. Doe lief of Rick komt jullie halen. Ja, dat wil je niet hoor. Oké, wacht. Knoppie. Deze optie had voor mij er niet in gehoeven, hoor. Dat knopje zoeken. Oh, mijn camera loopt weer achter. Oh, dus we zijn niet de enige met streaming issues vandaag. Je moet gewoon een goede camera hebben. Camera direct, nou, geloof me. Ik heb hier een camera van €800 hangen. En die is net nieuw. Dus. Hé, 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 hé. Ja, dan krijg je een lavalamp stream. Lavalampcam. Staat die lavalamp eigenlijk aan? Staat die lavalamp eigenlijk aan? Nee, het is zelfs een foto. Dus het is niet eens echt een lavalamp. Zoek het uit. Zo klaar met jullie allemaal. Ik verander nu in een lavalamp. Hey, we hebben een luchtballon. Ik weet nog van vorige keer, dat was niet leuk. Oh my god. Maar we hoeven maar 340. Maar dat vind ik ook verontrustend, dat het maar 340 is. Wat voor... Oh my. Alleen het afleveren. Yes, oh, burgers! Voor de burgers, burgers. Kijk. Wacht. Oh. Oh. Ik ga kaas snijden. Nou, zet dat nou niet daar. Yes. Broodje erop. Zal ik gewoon broodjes op alle bordjes doen? Ik heb kaas. Jongens, ik ga gewoon broodjes op alle bordjes doen. Burger. Oh, hier, die wordt daar gemaakt. Oh, wacht, hier. Burger. Oh, je kan er gewoon omheen lopen. Burger. Deze is klaar. Deze is klaar. Sorry, het fikt daar. Je kan er niet doorheen. Oké, okay, nou, ik heb er eentje ingeleverd. Oh. Is die burger nou afgekeken? Kaas. Doe ik wel. Ja, ik heb er al 2 ingeleverd. Het gaat prima. Oh jee. Oké. Waar is de brandblusser? Ik heb hem. Waarom staat alles heel de tijd in de fik, jongens? Ik val bijna van het ding. Omdat er iets in het midden heel tijd vuur afspuwen. Nou, ja, maar toch, hè? We laten dat ons niet... We werken gewoon hard door, alsof er niks aan de hand is. Broodje. Au. Oké, het zal wel. Hakken. Moet er ook nog meer dan alleen maar hamburgers? Ja, sorry, de rest doe ik wel. Ik ben wel van de groente. Gooi hem even terug. Sorry, ik had hem per ongeluk gegooid. Ik moet helemaal niet daar. Kaas staat er niks. Niet meer. Kaas staat niet meer. Oh, ik kan niet meer bij mijn broodjes. Disaster. Oh my god. This is a disaster. Hey, je moet mij niet blussen. Ja, ik voel het. Ik heb een broodje kaas gemaakt. I'm very hot. Oké, sla. Wat een chaos, jongens. Wat een rotzooi is dit weer. Fiek, fiek, fiek. Alles in de fiek. Alles staat in de fiek. Oh, mijn camera stopt er weer mee. Nee, dat weet je niet. Ja hoor, het is weer zwarte podcast. Nou, jammer dan. We hebben je nodig. Ik kan even niet de camera pieksen. Want alles staat in de fiek. Ik kan niet fiek. Ik ga toch fixen. Ik denk dat iemand voor een hele tijd moet blussen. Wat een... Zie, als alles in de keuken in de fik staat, gaat ook mijn camera in de fik. Kijk, hier heb ik een hamburger met een broodje. Kijk, ik lever het in, ik ja? Ik heb net een broodje. Oh, daar moet een broodje. Op. Hij houdt niet op als je houdt. Oh, die fik is vervelend. Waarom niet? Ik vind het niet meer leuk. Stop met dat vuur.
Volgens mij moet gewoon één iemand rondlopen met een brandblusser. Ja, dat ja maar echt. Ik denk dat dat inderdaad echt zeker... Doe het beter. Waar is de pan? Nou, waar doe het beter? Nee, dan ben ik het wel zo. Oh, broodje in de fiek. Broodjes in de fiek. Oké, nou, ik heb hier... Ik leef het gewoon niet op een meid schelen. Huppa, weg ermee. Huppa. Sorry, wheelchair. Yo! Niemand jat altijd mijn burger. Ik heb echt al vurig een beetje op gepraat. Maar nee, dat is jammer. Helaas. Kijk, hier moet alleen nog maar even een hamburgertje op. Wacht. Ik ga weer zijn burger jatten. Net als dat we aan het gourmetten zijn. Bonnier. Dan doe ik dat ook zo. Op. Ik kan er nu helemaal niet meer komen, hè? Overal fiek! Overal fiek! Oh, ik kan niet komen, fiek! Ja, gelukt! Ik ga echt nooit eten bij jullie. Jawel, je lekkere burgers! Ik heb hier een burger. Een burger klaar? Nee, ja. Oh, ik loop maar... Oh, no! Ik loop maar rond met mijn broodje. Hij begint al te trillen. Die moet eerst. Er moet nog sla op. Sla! Sla en burger! Wie is onze barenstein te mixen? Wie? Ik weet het niet. Hey, oh wow! Oh, we hebben het vet goed gedaan! Easy game, easy life. Oh! Easy. Woe, woe. Oh, we hebben het vet goed gedaan! Wow. Ja, het was eitje! Koken, kijk! Yeah. Wie wil deze zijn, de boze vogel? Brandweerwagentjes in mijn chat. Wee wee wee. Bij mij is alleen maar overal iets fiek. Ik was de brandweerwagen. Ik heb ook wielen. Wee wee. Oh, ja, oh, inderdaad. Hoe heet dat? Hey, die moet ik hebben. Een adelaar. Een adelaar, dat is het. Freedom. Freedom. Overal fiek. Fiek? In de fiek. Alles in de fiek. Alles staat in de fiek. Oh, dit ziet er niet best uit. Oh, dit is een heel groot bestuurplatform. Oh, nee. Zie je dat? Dat is een schommel. Maar dat is ook echt je enige... Kiep. Dat is je enige dingen. Ja, dus er moet iemand echt... Mag ik dat zijn? Als je het niet. Nee, liever niet, nee. Ik kan heel goed rijden. Ik dat zo denk. Oh, mijn camera stopt er weer mee. Ja, hij is echt oververhit. Wacht, ik heb een oplossing. Oh. Welkom bij Rick's buikstream. Wat zit je nou met mijn buikbelachen te maken, joh? Wat is er toch aan de hand vanavond, jongens? Echt zo erg als dit is nog nooit geweest, hoor. De enige echte lava livestream. Did you check if cables are properly secured? Ja, maar op een of andere manier... Did you check if input source device is on? Ja. Je zou toch denken dat het met een ICT'er in huis gewoon allemaal goed gaat, maar... Nou goed, hè? Welkom bij de No Signal Lava Lamp Stream. Hey YouTube, ik ben Maris, ook al bekend als No Signal. En ik ben Rick, ook al bekend als Lava Lamp. Oh, nou, wat erg zeg. Ja, dus, we moeten zo meteen zo'n heel platform dus blijkbaar besturen. En die moet dan alles gaan... Om hem in reis te leggen. De camera. De camera in reis leggen, echt? Ja maar het is... Oplossing voor alles. Maar niet in die race die we hier aan het bakken zijn in dit spel. Want die is alleen maar radioactief. Dan gaat die goed. Leg gewoon echt een zakje ijs op. Ja, ik weet niet wat hij heeft. Want hij doet het echt altijd hartstikke goed. Ik weet het niet, maar het is echt een gazillion degrees hier. Niet waar! Je hebt de verwarming aangezet. Ja, maar die verwarming is nu toch al wel weer een keer uit. Het is bijna 26 graden. Ik hou van het. Ik ben een tropisch meisje. Ik hou van lekker warm. Misschien moeten we even tekst op de stream zetten. Technische storing aan andere. We hebben gewoon een knopje daarvoor nodig. Gewoon eeuwig. Ja. Wacht daarvoor, jongens. Technische storing. Moment. Oh my god, dat is warm. 26 graden. Nou ja, Rick overdrijft. Het is 25,8. Het is niet 26. Ah, dat is lekker overdrijft. Toasty. Dat is bijna hetzelfde. Het is wel warm volgens mij. Dat is echt zomers warm. Ja, heerlijk. Maar het is niet dat wij de verwarming op 26 graden zetten hoor. Het is gewoon vrij klein hier. Dat wordt het wel hoor. Nee, het wordt gewoon een koude ventilator op een stoel. Geen gezeur meer hoor.
Hij mag niet meer warm worden. Rick heeft op mij naast mij een ventilator neergezet op een stoel. Oh, ik was verkeerd op in. Hé, hey, daar ben ik weer. Hallo. Nou, welkom bij mijn ventilator en ik. Kijk, die staat hier. Super provisorisch, jongens hier. Hoppa, opgelost. Als je nou weer over de veer draagt, dan zet je hem nog één keer in orde. Oké. Iedereen in de chat zegt kiep. Kiep. Ik ben dit zo zacht, jongens. Oh, wat een rotzooi. Ja, zijn we er weer allemaal klaar voor? Thanks voor het wachten. Eeuw. Kiep! Dat gaan we niet doen. Zeg maar, chat. Ja, zijn jullie er klaar voor? Kunnen we hem weer aanzetten? Ja, duurt zo lang bij jullie elke keer dat wacht op alles. Ja. Ik had meteen wel even drinken kunnen halen. We kunnen voortaan beter gaan streamen met professionele streamers. Want we moeten zo lang wachten steeds op Jesse en Kitten met al hun issues. Oh, wacht. Ja, ja. We staan allemaal op het platform. Oh, nee. Iedereen kies een kant. Ik dacht, er gaat er één. We moeten een zooi hebben. Oké, een burrito op een bordje. Ja, pak ook meteen het bordje. Bordje, nog iets verder. Ja, pak ook meteen het bord. Zo. Oh, je kan gewoon door de touw heen. Bordje, drink, kom maar rijst. Oh, nee. Nice. 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 En een, ja, nog een kipje. Even iets omhoog. Nee, ja. Oh, oepsie. Ja, hakken. Hakken. Rijst naar beneden is klaar. Kijk, die moeten... Oh, Jesse. Jesse, je moet wel heads up geven. I will sacrifice you all for the rice. Oké, moet ik alles tegelijkertijd doen. Deze moet nog gebakken. Die moet in de pan. 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 Dit is echt heel ingewikkeld. Wie heeft zo'n keuken bedacht? Wie dacht van dit is een goed idee? Die pan moet echt weg, want die pan gaat echt een issue zijn. De pan is weg. Ik heb de pan in de afgrond gegooid. Dat spant alweer. Vlees! Oh, oh, goed. Oké. Okay. Ja. Stuurder down. We moeten de burritos wacht. Hebben hoor, want anders dan pak even de burritos weg. Linksbovenin. Oh, dat ben ik zelf. Ja, oh. Ah, de kip is hier klaar. Oh, kip. Wacht, kijk hier. Kip. Ja, ik kan inleveren. Woepie! Ja, ja okay, terug naar burritos. De burritos. Moeten we ook afwassen bij deze allemaal, keuken? Allemaal van burrito pakken, ja. Rijst. Wacht, champignon. Oh, champignon hadden we nodig. Wacht, nog even terug. Dit is echt insane. We moeten nog even terug, champignon. Champignon, ja. En dan hakken. Hakken die hak. Hier, pak snel die kip. Pak snel die kip. Kijk, die moet in die pan. Rijst. Rijst, oh, rijst. Rijst. Oh, borden. Oh, rijst. De burrito's moeten ze. Oh, nee, die moet daar in de pan. Ja, die moet daar in de pan. Oh, nee, we moeten ook nog afwassen. Oh. Jeetje! Wat doe je dan meteen? Dit is zo'n niet efficiënte keuken, dit. Doe die rijst... Ik pak gewoon een bord afwassen. Oh, guys, ik was aan het afwassen! Oh, sorry. Snel zo naar paddenstoelen, paddenstoelen! Dit is echt insane. Ja, dit is echt niet te doen. Okay, wie heeft dit bedacht? Wie dacht, dit is een goede keuken? Weg. Ja, hier. Hier, wacht, wacht, ja. Ja, wacht, rijst nog even bij. Ja. Wacht, afwas, afwas. Ah, terug, terug, terug. Even afwassen. Ja, pak een bord. Ja, bord. Hier, bloppa. Bloppa. Geen idee wat dat is, bloppa, maar het is oké. Okay. Bloppa. Rijst. Rijst wordt gekookt. Hier moet nog iets op. Iets lekkers. Ja. Moet ik gaan hakken? Deze is klaar. Wacht. Laten we die ook even. Kip, we moeten kip. Kip. Oh, de rijst is er klaar. Kip. Kip. Afwas. Deze keuken is echt zo erg niet efficiënt. Nee, dit gaat niet goed. Ja, weg hier. Kiep, waar is die kiep? Ja. Oh, gebakken. Oh, oh, oh. Oh, vieze vaat. Vieze vaat. Oh, vieze vaat. Ja, ja. Vlees. Naar boven, naar boven, naar boven. Even een vleesje hakken. Even, dan kan die even in de pan. Dan kunnen we tussendoor wel even afwassen.
Ja, even naar beneden. Oh nee! Oh! Ja, joh, gooi hem weg. Oh, zo'n zonde. Okay, oh, dit was zo'n zonde. Dit is wel moeilijk hoor. Dit is echt heel moeilijk. I'm done. Als we één ster hebben, vind ik het goed. Zo, oh, deze was echt. No. Nee hoor. No. Nee. Oh nope. My god. We moeten hem nog een keer doen. Helaas. De muziek die wordt nu ook dramatischer, zegt Doorn Roosje. Ja, dat komt omdat wij ons ook zo voelen. Pas zich aan. Dat heb je snel gedaan, Lotje. Dankjewel. Hakkedy keep. Hakkedy keep. Blop. Dat is de nieuwe bloep, bloep, bloep. Blop. Gaat helemaal mis. Helemaal. Teleurgesteld. Deze map is echt gewoon... Nee, wij kunnen zo dit. Zo moeilijk. Wij kunnen dit. Oké. Oké, borden. Even naar rechtsboven. Borden. Rechtsboven. Pak alvast een extra burrito. Even gewoon 2 of 3 of zo. Hier, nog even eentje extra. En dan moeten we ruimte, kip. Hè? Nee, maar die kip gaan we gewoon meenemen. Ja, ja, rijst. En dan moet een vleesje. Moet even mee. En pak gewoon wat we nodig hebben voor de volgende 3. Kijk, oh, het vleesje ligt niet handig. Ja, leg het gewoon op het platform. Gewoon op de grond. Boeien. We kunnen het toch gewoon hier gewoon neerleggen? Gewoon hier. Nou, de rest is al klaar, dus ik doe meteen in burrito's. Oké, kom. Hé, hey, yo. Ga erin, oh, vriend. Zullen we nog een reisje erin? Oh, bloep. Ik ben er niet meer. Bloppa! Ik ben er weer. Ja, we moeten even naar boven. Even hakken. Oh, ik heb nog een pan vast. Bom, 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 bom. Okay, moeten we het bord ook even pakken? Ja, naar beneden. We hebben nog een bord. We hebben vier bord. Blijkbaar. Naar beneden, zodat ze in de pan gaan kunnen. Gaan we er nog ergens heen, hè? Ja. Oh, nee. Ja. Zullen we dat nu gepakken? Oké, okay, wat gaan we nu doen in tussentijd? Okay. Wachten gewoon even. Oh, we hebben iets wat nog Oeh. Ik kreeg bijna met een half gerecht afgrond in. Je zou deze keuken maar in het echt hebben, zeggen ze bij mij in de chat. Misschien dat, ja, het inderdaad dat gewoon wil je zo echt doen. Niet. Gewoon per 3 gerechten. Ja, inleveren. En dan moeten we nu gewoon eerst even afwassen. Daarboven. En dan doen we het gewoon weer opnieuw. Kijk, wacht. Als we nu van dan... Ja, en dan hier, wacht. Dan halen we van de afwas. Kijk, hoppa. Oké, dan gaan we... En dan beginnen we gewoon weer opnieuw. Gaan we beginnen we weer met de burrito's. Maar ik ook meteen de... Oh, kunnen niet, wacht. Niet twee dingen nee, afwas. Afwas. Nee, want we hebben borden. 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 Hier, wacht. Doe het niet zo heet. Kijk hier. Dan, kijk, dan kunnen daar de burritootjes weer op. Oh, ja, nice. En wacht, champignon. Dan kan hem gewoon bij. Nee, dat werkt nee, niet. Nee, oh, bloep. Ik ben er niet meer. Nee. Oh. Ik wacht wel tot deze klaar is. Vlees. Oh, bloep. Ik ben er weer weg. 1 vlees, 2 mushrooms. Ik denk dat het in het echt een dodelijke keuze zou zijn. Ik heb een mushroom. Oké, okay, oké. Okay, ja, dat zou niet een goede. Niet een goede keuze ik zijn. Ik heb mijn leven ervoor gegeven, maar. Mushroom. Ja, die kip hebben we niet nodig. Oké, okay, de pan. Nee, Je moet hem gewoon gooien in die pan. Kijk, gooi het. Nice! Yeah! Dit is zo fijn. Oh, sorry. Oh, nee, laat maar. Oh. Wie heeft de champignon nodig? Niemand. Oké, okay, wacht even hier bij het vleesje, zodat die... Oh, die champignon begint te trillen. Snel met die champignon. En die keep! Kijk, kijk. De score. Ja, we hebben alleen geen borden meer, want die zijn er nog niet. Kijk, die zijn er nu pas. Ook die karpen. Ietsjes dichterbij zetten. Doe voor die borden, doe voor die bord. Wacht, stop met afwassen, stop. Ik ga van meer borden halen. Volgens mij gaan we weer goed. Kijk, we hebben er hier echt een hele stapel. Ik kan niet zoeken. Nee, volgens mij gaan we best oké. Okay. Voor zover het hier oké kan gaan, kan maar dit denk ik niet beter. We hebben wel weer eentje gemist en we gaan deze ook missen. Ja, en dus dat kost wordt wel lastig punten. Yeah. Want we hebben nu ook geen vlees. Terug. Oh. En ik weet niet wie er aan het stuur zit. Ik heb een vermoeden. Nee. Doe nou stil! Oh my god. Dit is expres hoor. Joh! Ja, even, pak even die. Ja. Wat een troll. Ja. Zo, ik heb het eraf geduwd hoor. Oh, we hebben eigenlijk een keertje
rijst nodig, maar volgens mij... Oh. We hebben... Twee sterren. Twee sterren. Okay. Supergoed. Oké, goed. Winning. Helemaal goed. Niks willen doen. Nice. Oh, ik heb al een vermoeden. Dark Princess is even helemaal kwijt wie nou wie is. Nou, bij mij staat er altijd een blauw rondje omheen. En Jessie zit eeuwig in die rolstoel. Adinda is die muis. En Rick is die baard. Oh nee, want jij was nu die inktvis. Ja. Monster inktvis. Die leek het meest op een lavalamp. Gaan we nog door? Oeh, dat ziet er wel cool uit. Ja, dus. Oh, dat zijn die trappen die verdwijnen. Oh nee. Minder cool. En die spiegels waar je doorheen moet teleporteren. Nou, ik ga wel bakken onderin. Ik vind het zo mooi dat toen wij deze game begonnen... Als ze maar 3 sterren nu. Als ze maar 1 ster hebben. Als ze maar door kunnen. Hé, wat is dit? Nieuw recipe. Oh, we moeten pannenkoeken bakken. Pannenkoeken! Ja! Yeah! Ja, dat zeg je nu. Ja, wacht maar. Chocolate. Wat moet je... chocoladepannenkoeken. Oh, chocola. Ik doe de chocola. Mijn. Waar moet de chocola in? Hè? Okay, moet ik chocola hakken? Ja, chocola moeten we hakken. En dan moet hij hier in. Hoe werkt die? Ik heb de chocola gehakt. Oh, doen we alles bij elkaar. Oh, ik heb hier een beetje echt chocola super veel in die andere in. En een beetje meel. Chocolade, pannenkoek. La 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 la. Lelijk liedje. Ja, dan moeten ze daarna gebakken worden. Ja. Oh, ik ben er even niet meer. Ja, gooi de pan. Gaan. Lekker Nederlands. Oh. Oh, en dan bak je ze en dan... Het zijn de borden. Oh, helemaal linksboven. Oh. Oh, dit is echt... Oh. Very annoying. Oh, wow, joh. Die teleporteerdinges is echt niet handig. Oh, dit is echt bloedirritant. Hoe daar beneden gaat er iets... Oh, dat is dan wel weer gewoon... Oké, okay, heel bijzonder. Okay. Oh, daar lag gewoon een chocolaatje. Waar gaat het heen? Oh, nee, oké. Okay. Bloem. Wat is dat? Ik gooi nog gewoon zo rechtstreeks die mixer in. Er moet nog een ei bij. Wil jij nog een ei bij doen, Adinda? Adinda, dan moet nog even een ei bij. Oh, hier waar ik ben. Oh, hier ben ik. Waar ben ik? Oh, daar. Oké. Okay. Oh, dat ben ik. Ja, jij bent Adinda nog steeds, toch? Nee. Als noem ik je vanaf nu muis. Oh. Oké, die chocolade is klaar. We hoeven het er niet af te wassen. Oh, jawel. Kijk, ja. Jawel. Oh, nice. Die er weer in. Natuurlijk. Die er weer in. Bloem erbij. Oh, wat ben ik nou weer in een afgrond gevallen? En weg is maar eens weer. Ja, joh. Gaat zo ik goed. Ik ga... Die trap is te moeilijk. We hebben bloem nodig voor die. Heeft die chocolade bij gedaan? Wat? Hoe is dat geen chocola? Ik voor deze. Oh, deze is nog niet goed. Oh nee, je hebt ook weer variaties van die mensen die weer geen chocola willen. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Jongen, triest hoor. Triest. Dat heb ik helemaal niet gezien. Iedereen wil toch een chocoladepannenkoek? Oké, okay, ik ga nu een pannenkoek maken zonder chocola. Oh. Nee, oh. Wat is met het ei? Waarom is dat ei ook zo groot? Dit gaat niet goed. Hier zitten nu 2 eieren in. Waar is de prullenbak? Oh, gewoon daar. Wacht, ik moet even... Waar was ik? Jongens, waar was ik? We hebben echt borden nodig. Ik kom heb nu naar beneden. Heb je 2 pannen die klaar zijn? Ja, okay. Wat een chaos. Die kan hier, op de pan. In de pan. Nee, die kan, nee, je moet in de pan. Hier links. In die pan. Hij zit in die pan. Oké, we maken hier rechts de pannenkoeken zonder chocola. En dan aan de andere kant met chocola. Wie gooide die gehakte chocola in mijn vuilnisbak? Nu moeten we dus allemaal zonder chocola. Oh nee! Met complete pannenkoeken en al. Val je de afgrond in, of niet? Oké, okay, we moeten gewoon geen chocola meer maken, jongens. Helemaal niet. Oh, geen chocola meer. Bord, iedereen haat chocola. Oh, ik heb een bord. Blijkbaar. Kom eraan. Ik ga gewoon meel gooien, hier zo. Waar is dat ding? Moeder bakt pannenkoeken, maar het meel is te duur. Waarom zit er zoveel meel in deze? Maakt het uit? Destroy it, ja. Dat maakt wel uit, ja. Dat maakt zeker uit. Dat vinden ze ook niet lekker. Zo kritisch. Als ze te melig zijn. Zo kritisch zijn ze. Het is echt alleen, joh. Oeps. Nee, daardoor zit er te veel meel in. Doe die meel maar niet meer gooien. Wat zeg je? Het zijn de prullenbak. Ik gooi het gewoon weg. Nee. Oké, ze willen weer 1 chocoladepannenkoekje. Mag ik een mail? Heb maar in.
Oh, nee. Oh, er lopen te veel mensen. Paniek. You can do it. You got this. You can do it. Chille keuken, ik heb niks meer te doen. Jongen. Kom al. Ik help wel hoor. Was het te moeilijk voor jou? Hier. Pannenkoek. Is deze pannenkoek klaar? Nee, inleveren die. Waar ben ik? Iemand die mixer nu. Oh nee, dat gaat fout. Oh nee, wacht. Ik ben er eindelijk. Oh, niet spleet. Pleet. Oh. Waar is het? Een andere pan. Hieronder staat een bord. Liep ik blijkbaar de hele tijd mee rond. Ik dacht dat het op een bord zat. Wat een dames. Bord. Afwas. Oh, weg ben ik. Floppie. Ja, maar. Rennen. Twee, ik ben dood, jongens. Eén. Het is over voor mij. Netjes nog. Het is over. Ik heb veel punten, jongens. 900 gewoon. Wij zijn vet goed in pannenkoeken bakken. We've got a new specialty. Yeah. Pannenkoeken bakken. Ja. Daar zijn we goed in. Oh, nu moeten we echt pannenkoeken gaan eten als we gaan meeten. Heel goed. Sowieso, met chocola. Ik eet er één en dan heb ik genoeg gehad. Tenzij het Turkse pannenkoeken zijn. Ik kan niet zo goed pannenkoeken bakken. Oh, dat is het. Dan, we bestellen wel pizza, goed? Dat lijkt bijna op pannenkoeken. Is dat ook goed? Of sushi zijn we blijkbaar ook heel goed in. Oh ja, doe maar. Is dit weer een ijzig trappen dingen of zo? Kijk, mensen zijn helemaal trots. Het ziet heel eng uit. We gaan hem doen, ja? Is dit alweer de laatste of moet er nog eentje hierna? Is dat 6 of 5? Ja, zo te dat zien. Dat is de Kitty Tiger Princess. Oh. Het is al 10:50. Oh, pasta! Pasta! Kom in die pasta, in die banen! Oh! Ik ben weg! Oh, ik kan gewoon... Oh! Oké, ik heb hier een koken... Oké, moet er iemand ergens naartoe? Wie kan het besturen dan? Oh, daar bestuur jij het. Handig, die stiek. Oh. Ik bestuur die andere stiek. Ik heb nog niks aan doen. Ik heb even wat nodig. Hier, breng mij naar het sneestation. Adinda, breng mij naar het sneestation. Ja, leg die maar klaar. Ja. En de tomaat. Kijk, dan ga ik hier snijden. Hier, geef me die flesje. Oh, kunnen we die daar gewoon niet laten? Geef me die. Adinda. Ja, ik pak zelf op. Sorry, ik kijk naar de vier. Ik heb pasta gegeven, dan kook ik nog wel meer pasta. Laat hem daar gewoon staan. Laat hem daar gewoon staan. Kijk, dan kunnen we het gewoon... Ja, juist. Kijk. Oh. Die kan je ook besturen. Wij hebben die in de linker. Ja, nee, wisselt. Waar moet je heen? Kijk. Geen idee. Ja. Kijk, die moet hier erbij. Ja, die moet eerst denk ik gebakken worden, lieve schat. Moet eerst gebakken worden? Oh. Oh, ik snap hem nu pas. We moeten koken die tomaten. Ik kan echt alleen maar pasta bakken, dus... Er komt echt niks binnen. Moest je daarbij? Blijf gewoon gooien, ja. Het komt allemaal in de afkomst. Gaat goed, hè? Ja, dat is er één. Ja, we hebben nog één klaar. Kijk, deze twee kunnen ingeleverd worden. We hebben er twee klaar. Dat moeten jullie ook doen. Oh, dat moeten wij doen. Vandaar dat er niemand wat deed. Oh, champignon. Oké, wacht. Adinda, ik ga je besturen. Nee. Paddo's onderin heb ik ze. Oh, ik moet jou besturen. Ik heb mijn pasta. Wat onhandig. Ik moet nog... Oh, kijk hier. Ja, maar we moeten hakken. Waar wordt de... Oh, de snijplank staat daar. Oh, ja, oh ja, doe dat ding daar weer neerzetten. Oh, je moet ook wel afwassen. Dit is het. Wie heeft deze keuken bedacht, jongens? Dit is niet normaal. Nee, jij moet het besturen, Adinda, daar onderin. Want ik bestuur hier die van Jesse. Jij moet daar onderin, kan jij besturen van ons. Ik moet naar de afwas. Dank je. Zet hem hier tegen de... Ja, daar. Ja, oké. Ha, oké. Okay. Ooit komt er een gerecht klaar, hoor. We hebben al 36 punten, jongens. Dit gaat vet goed. Het is echt het misschien een idee dat we hem zo laten staan, zoals dit? Oh, en dan... Moeten we ook naar het midden.
Ja, maar dan pas echt naar het midden als... Ja, als alles klaar is, zeg maar. Dat we aan de zijkanten moeten doen. We hoeven geen afwas te doen in ieder geval. Dat is teleurgesteld. We moeten gewoon alles overgooien. Dat is inderdaad ook niet best. Ik ben het ermee eens, hoor. Kunnen we niet naar de borden gooien, eigenlijk? Nee. De borden gewoon naar de midden. Jongens, oké. Okay, zullen we met Hallo? Restarten? Want super teleurstellend is het nu al. Ja, dat snap ik. Ik snap het helemaal. Ik zou dit ook niet leuk vinden, dit. Ik vind het ook niet leuk. Ik restart hem, jongens. Dit wordt helemaal niks. Restart. Ik wil niet eens de uitslag hiervan zien. Enorm teleurgesteld. Oké, jij bestuurt nu die. Ja, doe die maar gewoon in het midden. Ja, ging altijd. Okay. Daar ging Adina. Kijk, doe die in de palm. Wat ben je? Ja, ik vond ze gewoon uit de lucht. Nee, niks ervan. Kijk, leg die vast klaar voor zometeen. Doe die maar bakken. Nee, champignon, dank je. Ga ik hakken. Ja. Oh, we moeten ook nog afwassen inderdaad. Toch wel. Ik zie er alweer dat afwasstation. Ik dacht dat we dat niet hoefden te doen. Nog hey, ik heb drie keer pasta. Nog een tomaatje. Kan iemand dat ding naar mij... Ja, gaan we het met al die pannen zo vervoeren? Ja, de platform. Platform. Oké. Ja. Piep. Dat is één. Twee. Oh, dan moet je hem wel meenemen. Bijna. Drie, denk ik. Ja, vervoer mij maar. Okay. Hier ik kom. Wee. Dit is één. Eén. Dit is twee. Oh. Even kijken, wat moet ik nog meer? Heb ik nog meer? Inleveren. Inleveren. Ja, en vlees moet er gehakt worden. Inleveren. Vlees. Ik wil best... Of ik heb hier al vlees liggen. Ik heb hier vlees. Vlees. Oké. Okay. Oei. Dat was natuurlijk pasta, dat plateau pasta, was er niet pasta, meer. Pasta, pasta, pasta. Dat plateau was er natuurlijk pasta. Niet. Oké, okay, ik moet vlees even in die panden. Kijk, hoppa. Netjes. Dit vlees nog moet eentje. Even gehakt worden. Mogen wij weer naar het hakmidden? Yes. Oké. Okay. Hakmidden. Oké. Champignon. Mogen wij... Oké, je hebt een champignon. Oh, we hebben hier nog een vlees klaar trouwens. Die kan wel gewoon hier blijven, want als het plateau hier staat, dan komt dat wel goed. Yes, nice. Ja, alle pannen zijn bezet. Niet zo heel handig. Oké. Okay. Yeah. Oh, snel deze met nu? Die pasta deze kant op, want hij begint te trillen als ik krijg strafpunten. Deze ergens heen? Oké. Chips. Zet hem even op de grond. Oh, lekker. Ja, plateau naar midden. Go, go, go. Oeh, dat scheelde niet veel. Vlees hier. Oké, nog eentje met vlees. Inleveren. Adinda, kan jij al die pannen fixen? Ik heb er een troep van gemaakt. Ik moet... de champignons zijn nog niet klaar. Ik kan er wel nog even eentje met vlees afmaken. Ik kan helemaal niks fixen. Ik sta op de grond hier. Oh, ja. Afwas. 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 Hier. Mag ik ietsjes terug? Dat ik die nog kan inleveren? Of doen we die zo meteen pas? Pak hem. Ja, deze moet bij de pasta, want die begint weer te trillen. Dat zag ik glitchy uit. Oké, jongens, wat een chaos. Kan dit even naar de... Wat een chaos. Marie, waar is ze? Wee, zegt dan denk ik aan dat TikTok liedje. Die van, oh my god, wee, 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 wee. Kan iemand deze verplaatsen? Oh. Of wat zeggen ze nou? Ja, Adinda kan hem doen. Dan kun jij mij naar het midden. Oké. Lever hem in. Snel even. Twee. Echt. Oh, ik wist niet dat we nog zo weinig tijd hadden. Had het gezegd. Serieus? Nee. Nee. Nog een keer. Oké. Dus wel de laatste, denk ik. Dat ging of beter. Nee? Nee, ik weet het niet. Dat vroeg ik net. Zijn er nou 6 of 5? Per. Zijn er nou 4 van 6, zeg maar? Weet je? Zijn er nou 6 per dingetje? Of 5? Komt er hierna nog één? Dat is mijn vraag. Maakt dat iets uit?
Nee. We hebben deze niet gehaald, dus voorlopig komt er nog niks naar. Teleurgesteld. Oké, nu gaat het goed. Ja? Ik betwijfel. Nu kunnen we dat. Nu gaan we het gewoon helemaal knallen. Ja, geef je maar. Nee. Helemaal af knallen, zei Rick, dat nou? Jij wordt hem sturen, nee, denk ik, gewoon voor ons. Knallen. Hard ja, gaan. Zodat we kunnen gaan hakken, hakken. We hebben hakken, die hakken, die hakken, die hakken. We hebben maar één champignon. Dus hakken, die hak. Hak. Oké, een tomaten. Tomaten, ja, die tomaten. Okay. En we hebben maar drie pannen ook. Ja, ja, hij mag naar het midden. Plateau. Okay, ja, nice. Kan iemand mij naar het midden doen? Ja, Adinda. Die, oh, die moet ja, jij doen, denk ik, of niet? Yep. Piep. En hier even naar boven, ja, dan kan ik de rest ook doen. Ja, alles, chips. Alles oké, mag ik in weer de fik. Pasta? Oh. Die inleveren. Die pasta, kan je niemand mee hem verplaatsen? Waarom staat die pasta helemaal daar? Dat is niet handig. Terug. Nice. Ja, en hij mag weer bij het hakken in het midden. In het midden. Nee, oh, de pan. Ja, en een hak in het midden. Hak op. Rijst. Rijst koken, Rick. Oh. Ah, pak hem! Ik probeer hem te pakken. Oké. Okay. Tomaat, ja, ik ga wel hakken. Hakken, 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 hakken in die pan. Champignon. Champignon, mogen we een champignon? Eén champignon, alstublieft. Eén champignon, en niet op het middenplatform. Wij willen graag één champignon. Mogen wij champignon? Come on, wheelchair. Work. Oh nee, alles vliegt alweer in de fik. Oh nee, dat is was niet dat handig. Met een bord? Plateau moet naar... met een bord gevuld en al. Nee! Ik kan die pan niet meer pakken. Oh, nu wel. Nou, dan ga ik die nog wel even hakken dan. Het scheelt vast weer voor straks. Ja, oh nee! Midden. Ja, ze beginnen weer te trillen. Oh. We moeten nu echt die pasta erbij doen. Ik kom er weer aan. Zet hem in het midden. Ja, doe het. Snel. Ik lever hem wel in. Maar ja, we moeten dit gewoon samen doen. Kijk, vleesje erbij. Yes. Die erbij. Ja, Rick and Jay. Kunnen we misschien... ja, terug naar het hakgedeelte. Oh, oké. Okay. Oh, ik moet nog... Ja. Ja, we hebben er eentje met vlees. Het moet even snel, jongens. Anders begint te bibberen. Ja, ik... We hebben hier dinges. Niet op met dat ding, met het plateau. Ik kan niks doen. Naar het midden. Oké. Niet om. Ik kan niet, wat kan erbij? Ik kan naar boven. Naar boven. Oh, we gaan zo dood. Ja? Die snel. Oh, bye-bye. 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 Ja. Kijk wat kijk ja, die was net nog nummer 1. Ik heb geen bord, sorry. Borden! Nee, ik dacht, oh, ik kan ook niet. Ik ga wel even in de afgrond. Oh, dat is ik. Oh, ja. Ik kan nog. Waarom nog borden? Waarom kan ik de joystick niet meer? Oh. Oh, wij hebben één ster. Volgens mij hebben we één ster. Volgens mij ook, ja. Nice! Yeah! Oh, niks meer aan doen. Nou, kijk, en als we die orders niet hadden gefilmd, dan hadden we 2 sterren gehad. Oh, nieuw chef. Kan niet meer, jongens. Mijn brein is kapot. En je camera ook. Nee, die ventilator helpt. Ja, die ventilator helpt wel, ja. Ja, ben wel een beetje teleurgesteld, maar... Ah. Oh man. We zijn wel weer ver gekomen hoor. Ja, komt er nou nog eentje? Volgens mij nog 1, of niet? Ja, dat is de laatste. Dan moeten we eigenlijk nog even doen. Vind je ook niet? Gaan we die nog doen? Gaan we die nog doen? Ja, sure. Is wel de laatste. Nou, vooruit de laatste dan. De laatste. Ik weet het niet, maar als ik niet op dat groene mag staan, ben ik niet blij. Ja, het is ook best laat. Mensen zijn slim en gaan slapen, zegt Attica. Ja, dat is correct. Ja, hè? Wat is het? Wat is dat voor streamhater? Het is 10 voor 11. Dat valt mee.
slaap gewoon met de stream aan. Ja, gewoon zo lekker in je bed en nog lekker met één oog dicht zo kijken. Ik denk niet dat dit de meest rustgevende stream is. Schreeuw ASMR. Pak je bord! Nee, ja, misschien niet. Misschien heb je gelijk. Nou, ik zou, we gaan voor 320, goed? 1 ster. Wat moeten we maken? Ik zag iets met tomaat. De coca di pasta! Oh jee, we zijn weer begonnen. Pasta met de... Oh. Heel rolstoelvriendelijk. Hier, hakken die vlees. Ik kan echt helemaal niks, behalve met inleggen. Hakken die tomaat. En dan deze. Oh, dat is water. Dat is toch waar, gingen we die naartoe? Ik zet hem daar op de grond. Wij komen... Oh, ja, pasta komt eraan, jongens. Pasta komt eraan. Ik ben zelf een beetje dood gegaan, maar hij komt eraan. Kan je niet springen in het spel? Champignon. Oké, je moet niet te lang op die dingen blijven staan. Die. Ik ga ook alweer nieuwe pasta. Uiteindelijk komt de pasta wel aan. Ja. Zo'n beetje. En met vlees? Zo'n beetje gooien gewoon. Ja, ik denk serieus dat ik sneller terug ben als ik gewoon dit doe. Volgens mij ben ik dan gewoon sneller terug aan die andere kant. Oké. Pasta. Nee, niet de pasta. Vaarwel pasta. Oh nee, ik maak weer nieuwe pasta. Komt goed. It comes good. It comes good. It nog meer. Good. What's happening? Oh, jongens, wordt het nou zo laat dat ik helemaal schil kijk? Zieke trip ineens. Oh nee. Oh my god. What is happening? Oh, no way. Oh, je kan nu gewoon lekker lopen. Oh, nee, chill. Hey. Nice. Die paddo's werken goed, hè? Oké, ik moet echt kotsen. Nee. Oh, jongens. Ik weet niet wat er in mijn ijsthee zat, jongens. Maar. Kleine epilepsie-waarschuwing. Beetje laat misschien. Beetje laat misschien. Intens, eigenlijk. Oh, daar is een pan, daar is een pan. Oh, zit al iets in die pan. Hakken. Oh. Wij gaan hier helemaal goed op. Oei. Wow, oké, dit is wel echt... Jongens, whatever you do, don't look in the hole. Oké, dit is echt heel trippy. Dit is wel... Rijst, pasta klaar. Ja, waar zijn de borden? Borden. Ik heb er eentje. Ik heb een vies voor. Oh, daar moet het. Wat is dit? Jongens, dit is een zwart gat. Ja, dat zou kunnen dat het een zwart gat is. Ik zou het niet weten. Oh, hier is een bord. Hier is een bord. Pasta. Hier, pak zo meteen een champignon. Oh, ligt een... Alles slingert hier gewoon op de grond. Oké. Ja, lever het in. Lever het in. Zo. Tomaatje. Oh, weg met die tomaat. Wat is het voor een level, jongens? Come on. Dit is zo weird. Hier word je helemaal misselijk van. Ja, je moet gewoon niet naar dat gat kijken. Dan gaat het goed. Tenminste, als je je pad... Terug naar de ellende Terug naar de ellende. Nee, of we gaan naar de volgende ellende. Nee, hoor. Nou, het is wel een interesting... Waar zijn we? Wat? I think this game is broken. Ja, dat gaat niet goed hoor. Dit is niet goed. Oh, je kan hier naar beneden. Oh, je kan hier naar beneden. Nee! Oh, ik heb een champignon zitten maken, maar waarom eigenlijk? Nou, ik stop het gewoon in de pan, kan mij het schelen. Ik ben zo confused. Ik ben er niet meer. Volgens mij doe ik net maar eens. Ja, klopt. Ik viel erin, maar het is niet erg. Is oké, ik deed het als niks. Ze had het er vast naar gemaakt. Nou! Niet zo lelijk doen. Sport. Ik ga de pasta. Ik kom snel die pasta halen. Oké, het was niet de volgorde, maar maakt niet uit. Tomaatje hakken. Ik heb het idee dat dit niet heel efficiënt is, jongens. Ik probeer het te pakken, waarom pakt hij dat? Oké, hier. Wat is dit? Nu wel. Maakt er ook iemand vast aan? Waar moet die pen heen? Waar moet die pen heen? Dat was ik aan het doen, maar ik faalde. Oh. Dat is knap. Dank je. Nou, waarom gaat die granaat niet? Lees in die pan. Hier. Vis. Nou, moet met die andere vis. En die pasta.
Oké, gewoon met een... Oh, nice. Pasta. En vis. Oh, die vis moet nog in de pan. Deze moet nog gebakken worden. Ja, dit is zo meteen voor die... Vlees. Kijk, die kan er wel mee. Oh. Hè? Moet die ook gebakken worden? Alles moet gebakken worden. Nou, jongens, wat een werk. Wat een werk. Het is net een echte keuken. Ja, joh. Alles moet je bakken. Oh, vlees in de fik. Oh, jongens. Zouden we het al gehaald hebben, denk je? Of... Volgens mij makkelijk. 800, 900. Wow. Nou, volgens mij hoeven we maar 300 nog wat. Ja, ik wou zeggen. Ik stop hoor. Ik ga chillen. Stoppen. Ik ga chillen. Volgens mij ben je vet goed gedaan. Ja hoor, kijk maar. Nou, eentje. Nou. 0 gefild, 14 lekker ingeleverd. Nou, ik vind het wel echt een hele mooie voor de afsluiter. Mooie. Ja. Kijk, Kevin is ook mega tevreden. Bark. Bork. Met gemak, oh, ja. Gefeliciteerd, Renske. Gefeliciteerd, Renske. Gefeliciteerd, op mij. Oh, oké. Okay. Er zijn gewoon heel veel mensen jarig rond deze tijd. Ja. Ik ben ook jarig. Ja, het is... Ja, in oktober was je jarig. Oh ja, we moeten nog even terug naar onze pepernoot. Het is wel gek dat heel het jaar lang mensen jarig zijn. Ja, hè? Ja. Ik geloof het ook niet, hoor. Weet je wat ik pas insane vind? Toeval. Dat je gewoon, dat je jarig bent op de dag dat je bent geboren. Dat is toch vet toevallig? Oké, ik ga nu een subscriben. Wow. Oh. Nou, we gaan nog even met... Ik heb het warm, jongens. Monsieur Pepernoot. Mark. Maar ik let zo snel, jong. Kan niet eens... Adventure is over. Mark. Nou, hoeveel... ze hebben nog meer levels? Wat een uitgebreide game eigenlijk. Jeetje. Kijk nou. Nou, leuk voor de volgende keer. Wow. Volgens mij is dat wel de laatste, denk ik, als ik het zo zie. Ja, maar als ik het zo zie vanaf dat kasteel uit, is dit wel de laatste wereld. De laatste zes. Maar dan hebben we nog steeds niet overal 3 sterren gehaald. En dan hebben we Kevin nog nergens gedaan. Is het een pepernoot? Is het geen ui? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, ik heb geen idee wat het is. Nou, ik vind het mooi. 11 uur. Genoeg gekookt. Ik weet niet meer. Mijn ogen doen pijn. Oh, nee. Ik start zomaar gewoon random iets op. Nee, deze ga maar. Deze 3 sterren. Ik wil nog maken die pizza. Pizza. Nee, het is een grapje. Nee, hij ging per ongeluk. Ik zet hem uit. Het was niet de bedoeling. Het spijt me. Ik ga eruit. Wacht. Zijn mensen jarig op hun verjaardag? Wow. Ja, wow. Nee, dat is toch vet knap? Het is toch knap dat je gewoon altijd... Maar iedereen wordt gewoon geboren op zijn eigen verjaardag. Dat is toch vet knap? Ja. Ik zei vroeger altijd... Het is mijn verjaardagdag. Oh, schattig. Des te later het wordt, des te later de flauwer de grap... Jezus, ik kan het ook niet eens meer lezen. Des te later het wordt. Des te moeilijker het lezen wordt. Maar ik snap het wel. Na zo'n level als net, dan begrijp ik wel... Dat je oogjes een beetje getoond. Oh my, nou. We hebben ook echt een bizarre omstandigheden zitten koken. Oh. Dus dat is helemaal op. Ik kan het niet laten. Ik heb het idee dat er wat gebeurt. Ik heb het gemist. Wat? Ik ga nu kijken op Kitteren stream. Jesse trekt ineens mijn stoel de stoelleuning naar achter. Nog steeds? Het voelde echt wanneer je ineens wakker wordt van een droom omdat je erin valt. Adinda, wat is dit nou? Ik kan niet kijken, want ik heb reclame. kijk de reclame. Skip. Ja, oh, hoi, ik ben er. je zit alweer rechtop. Nou heb ik het niet gezien. Je kan even terugspoelen. Oh, ik kan even terugspoelen. Maar misschien is het een idee om... om er een einde aan te breien. Yes. Ja. We gaan stoppen. Was gezellig. We gaan afsluiten. We hebben goed gekookt. Ja, zeker. Goed teamwork. Dat was erg leuk. Jullie hebben... Onze stream heeft mij niet gezien, maar... nee. Misschien was het maar beter ook, want ik was echt bloedfanatiek. Nou, je was een hele mooie lapalamp. Ze hebben van jou gezien. Nou, ze hebben af en toe je buik gezien. Liefje. En dat is toch dat zo? Dat kan toch niet? Je stond hier zo met je buik. Nou, volgende keer los je het zelf maar op. Ik doe het niet meer. Nou, was gezellig. Ga volgende keer weer verder spelen. Ja.
nu al stoppen? Volgende week? Hoe bedoel volgende je nu week? Al? Nu al? Het is 11 uur geweest. We gaan nu verder. Een we kunnen niet meer. Nee, volgende keer. Yes. Slaap lekker alvast. Bye, okay, stream van Kitta. Slaap lekker. Tot later. Bye. Doei. Jesse, we gaan wel even kerstmis gamen, hè? In Satisfactory. Precies. Oké. Okay. Nou, het is om te gaan. Bye. Bye. Zo. Nou, jongens, ik kan niet weg hier. Je moet het hiermee doen. Ik heb vandaag geen afsluitscherm. Ik heb geen afsluitmuziekjes. Echt super set, maar... Ik kan wel even checken, maar volgens mij doet hij het nog steeds niet. Dat deze hele stream het überhaupt heeft gedaan is eigenlijk echt een wonder, weet je dat? Want het is gewoon... Ik heb zeg maar zo'n programma dus waarmee ik alles aanstuur. Dat programma is gewoon begin van deze avond gecrashed. Gewoon volledig. Omdat Rick zijn camera het dus niet deed. Daarom heb ik dat stomme vakje ook niet uit kunnen zetten. Anders had ik dat gewoon even uit kunnen zetten. Dat lavalampje, maar dat kon dus niet. Ik kan dus nu ook niet switchen. Ik kan het proberen met mijn Stream Deck. Nee. Zelfs mijn Stream Deck werkt niet meer. Dus ik kan ook niet mijn top 10 in beeld laten zien. Ik kan ook niet mijn abonneren knopje in beeld laten zien. Ik kan ook niet mijn muziek aanzetten. Ik kan gewoon helemaal niks. Kreetje, ik wat deed je net slecht. Goed. Dank je, Anouk. Dank je. Ik deed het supergoed. Chaos en technische storingen. Ja, maar echt heel veel technische storingen vandaag. En we hadden hem al een beetje voelen aankomen, hè? Ja. Voordat we gingen beginnen. Want er ging al heel veel mis al vanaf vanmiddag aan. En waarom weten we niet. Ik zeg altijd, het komt omdat Rick dat te ingewikkeld maakt. Kijk, nu zien ze weer alleen maar je buik. Ik zie mijn buik niet, want die zit verstopt hier achter het ding. Dat doe ik expres. Ach, wie wil nou geen stream kijken van een stilstaande lavalamp? Ja, als hij het dan ook nog doet ook, is het misschien nog een beetje gezellig. Maar het is echt, het staat het eigenlijk een tijdje ook. Doet hij het eigenlijk wel, die lavalamp? Nope. Het is een foto. Hij staat er niet eens meer. Nee, kijk maar. Ja, ik kan niet zo heel veel ervan zien, maar hij staat er niet meer. Dit is nog zeg maar uit de tijd dat we It Takes Two speelden. Want toen was dit de achtergrond. En toen vond Rick het wel leuk om met zijn greenscreen dan te laten lijken alsof hij bij me zat. Dus dan hebben we een foto gemaakt van mijn studio. Zodat dat dan de achtergrond was van Rick, zeg maar, met zijn greenscreen. Dus toen hadden we deze foto dus gemaakt. Maar die staat er dus nog steeds in. Maar het wilde dus echt niet uit vandaag. Maar daarom gaat hij het dus helemaal niet doen. Maar no signal, lavalamp stream, wie maakt dat nou mee? Precies, Melissa. Nu kan je in ieder geval zeggen dat je dat hebt meegemaakt. Rick is ook gewoon eng. Aww. Eng? Nee, dat valt wel mee. Rick is wel lief. Ja, hij is lief. Oh. Jongen, jongens. Oh, dat was even een flinke avond koken, hè? Deze was wel lastig, hoor. Deze laatste... Ja, die laatste viel mee, toch? Ja, die laatste ging dan wel weer goed. Maar die was weer spacey. Oh. Zij is helemaal moe van haar buitenspelen. Oh, wat is een leuke nieuwe emote? Is de lavalamp. Ja. Ja, die is leuk. Oh, even een slokje water. Wat een goeie. Dankjewel, Annelien. Destiny vraagt, wanneer ga je weer een keertje Human Fall Flat spelen? Nou, dat hebben we helemaal uitgespeeld. Er is dus... wel een nieuwe level. Oh, is er weer een nieuwe? Ja. Maar veel ook of één? Één of zo, geloof ik. Ik weet niet precies. Één of ja. Dan kunnen we niet de hele stream mee vullen met één level. Dat is een beetje weinig. Dus als er misschien wel weer wat meer levels zijn, kunnen we dat wel weer een keertje doen. Maar Rick is wel echt een topper. Maakt ons werk als mods echt makkelijker. Ja, dat is wel waar, hè? Dat is wel heel lief. Nee hoor, Marissa en Rick. Ik mag jullie graag weten, hoor. Marissa moet de rest van de avond uitrusten. Ja, joh. Ik heb in jaren niet zo hard gekookt als vanavond. Dat was echt... Phew. Dat was hard werken. Hoi, ik kon vanavond niet kijken omdat ik mijn zusje moest helpen met haar surprise. En ik ben nu moe, dus ik kijk hem morgen. Slaap lekker iedereen. Slaap lekker, Larissa. Melissa zegt, overkookt is ook een sport hoor. Ja, maar echt. Ik kreeg ook vorige keer toen we dit hadden gespeeld, waren er best wel wat mensen die dus ook heel graag dit spel wilden spelen. En die stuurden dus ook de volgende dag een berichtje. Die zeiden van, jeetje, dit spel is eigenlijk echt mega stressvol. Als ze dan bij ons zat te kijken, had ze wel het idee van, ja, het is wel stressvol. Maar had ze vooral het idee dat wij het vooral zo stressvol maakten, zeg maar, weet je wel. Maar die was het aan het spelen en die zei, oh, het is echt best wel moeilijk en nadenken en heel stressvol. Ze zei dan, jij er ook nog zo bij streamen? Nou, pet je af hoor, weet je wel. Dat was wel echt heel lief. Maar inderdaad, dat is wel de reden waarom ik in deze streams ietsjes minder de chat lees. Want
alleen die keuken doorhebben is al een hele uitdaging. Wanneer weer de Sims? Gewoon voor alle games vragen. Ja, Ilona, we gaan ook weer een keertje de Sims spelen. Maar ik zei het gisteren ook al tegen Ilona. Ik heb altijd met games wel een beetje fases. Dus ik heb altijd een periode waarin ik dan vet veel de Sims speel. En dan in één keer speel ik het eigenlijk heel erg lang niet meer. Totdat ik het in één keer weer heb gevonden. En dan speel ik het weer echt superveel. Dus dat heb ik eigenlijk altijd wel met de Sims. Dat heb ik ook met Animal Crossing. Dat speel ik dan ook echt in één keer weer 100 uur. En dan heb ik alles wel weer een beetje gehad. En dan weer even een beetje de focus eraf. Rick die bouwt in de tussentijd zijn studio af. Terwijl ik nog even lekker zit te kletsen. Dat is wat je hoort op de achtergrond. Dus dan speel ik het gewoon even niet meer. En dan heb ik altijd weer zin in van die spelletjes als dit even tussendoor. En dan over een tijdje ben ik dat ook in één keer weer zat. Dus mijn games gaan altijd in fases. Wen eraan. Komt altijd vanzelf weer terug. Maar dat is wel. Het komt altijd weer terug. Maar ik moet wel in de mood zijn ervoor. Anders werkt het ook niet. Ik heb ook wel eens gehad dat ik dan denk van oké, ik wil nu de Sims spelen. Want dat vond ik altijd leuk. En dan ga ik het een beetje forceren. En dan is ook niet hetzelfde of zo. Weet je, dan is dat hele gevoel ook weg. Dus met Animal Crossing ook. Nou, waarom speel je geen Among Us meer? Nou, Nika, hetzelfde dus. Of Nika. Zelfde reden, maar ook vooral omdat niemand dat echt meer speelt eigenlijk. Dat is wel een beetje geweest. En je doet ook vaak nieuwe games. Ja, dat is ook wel eens leuk. Toch al af en toe een keer lekker voor een ander nieuw spel en zo. Dit is wel een game die ik al heb gespeeld. In ieder geval Overcooked 1. Die hebben we helemaal uitgespeeld. Toen hebben we wel alles 3 sterren gehaald, geloof ik, toch? Overcooked 1? Of hebben we toen ook op het einde wel een beetje zoiets van, nou, goed genoeg hoor. De allerlaatste. Oh ja, de allerlaatste, die hebben we niet op 3 sterren. Daar, de rest hadden we wel op 3 sterren. Dit is dus Overcooked 2, dus je hebt ook een versie 1 hiervan, een deel 1. Die is ook heel leuk, een beetje vergelijkbaar met andere levels. En toen kwam deel 2 en toen hebben we daar een paar levels van gedaan. Maar dat was toen dus weer van, we vonden Overcooked 1 helemaal geweldig, we hebben vet veel gespeeld. Toen hebben we deze gekocht en toen waren we even niet meer in de stemming en toen hebben we hem heel lang laten liggen. Toen hebben we toevallig echt laatst weer een paar leveltjes hiervan gedaan. En niet veel, een aantal in ieder geval. En nu vonden we het wel leuk om het met z'n vieren te gaan spelen. Dus de levels die we nu spelen in ieder geval heb ik nog nooit gespeeld. Je moet Star Stable proberen. Nou, daar heb ik een keertje meegekeken met onze kinderen die dat een keer hadden geïnstalleerd. Maar we vonden het allemaal niet zo. We vonden het was niet zo onze game. Ik vind de variaties van games juist wel leuk. Ja, toch? Anders is het ook altijd maar zo hetzelfde. Dat is ook zo saai. We zijn altijd lekker bezig. En elke keer wel weer een andere game. Morgen weer een stream. Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. En dit weekend hebben we lekker gewoon een... Nee, sowieso morgen niet trouwens. Want ik heb morgen lekker een meidenavondje met de meiden. Ze gaan ook lekker logeren in de woonkamer en zo. En ze willen hun haartjes verven. Dus ik ga hun haartjes een leuk kleurtje geven. Dus morgen is sowieso niet een stream. Dus ik denk gewoon volgende week weer. Ja, anders is het zelfs dodelijk, zei ze, zegt Melissa. Nou, kan je nagaan. Een keertje Mario Kart. Ja. Nou, dan moet ik eerst even wat beter worden in Mario Kart. Want soms ben ik heel goed in Mario Kart. Maar ik word over het algemeen wel heel erg chagrijnig van het spel. Dus als het niet goed gaat, zeg maar. Ik kan er echt bloedlink van worden. Dus ik weet niet of dat een heel geschikt spel is voor op stream. Oeh, gezellig. Lekker genieten van je weekend. Ja, komt helemaal goed hoor. Komt helemaal goed. Verf Mila permanent haar haren. Nou ja, onze kinderen hebben best wel donker haar. En hier in het dorp hebben alle kinderen gewoon blonde haartjes en zo. Weet je, ze zijn echt wel heel wit blond. Van Friesige kindjes, zeg maar. Ze zijn allemaal heel blond gekleurd. En die doen ze nu allemaal gewoon zelf thuis. Met haarverfjes, dingetjes. Gewoon van die kleurtjes in hun haar. En dat pakt dan ook gewoon meteen. Maar onze kinderen hebben best wel donker haar. Dus daar kan je natuurlijk geen haarkleurverf op gooien. Dan zie je er helemaal niks van. Dus dan moet je het eerst ontkleuren. Dus de laatste keer dat we dan bij de kapper waren met het knippen. Toen hebben ze hun voorplukjes dus ook zo laten ontkleuren. Dus nu kunnen we daar elke keer een kleurtje in gooien. Dus we hadden dat een keertje eerder al gedaan. Dat vonden ze heel leuk. Alleen toen had Mila de puntjes van haar haar gedaan. Die wilde toen alleen die puntjes doen in zo'n roze kleur. Maar die had nog best wel een beetje van dat oude haar van toen ze nog heel klein was. Dus dat was heel poreus. Dus dat brak toen best wel snel af eigenlijk. Nou ja, brak af. Het werd gewoon heel droog. Dus dat heb ik uiteindelijk afgeknipt. En toen had ze dus geen gekleurde puntjes meer. En Emily had toen de voorpluk laten doen. Die heeft ze toen heel vaak nog gekleurd. Friesige kindjes. Ja, toch? Met van dat hele wit. Dat is niet eens meer blond te noemen. Het zijn gewoon bijna wit haar. Dus echt heel wit zijn die. Maar wat heb je gemaakt? Oh, Rick heeft nog even wat toegevoegd hoor. Nou, nice, wat goed. Maar goed, in ieder geval hebben we dat dus gewoon laten ontkleuren als we dus bij de kapper zijn. En dan kunnen we af en toe gewoon een kleurtje erin gooien. Dus we hebben het nu gewoon heel blond, maar we hebben nu marshmallow roze besteld. En
een, nou wat is het, een turquoise blauwachtig kleurtje. Dus Mila die wil het blauw. Geen idee of het mooi wordt, maar het blijft 2 weken zitten en dan is het alweer blond en is het er alweer helemaal uit. Dus we gaan het gewoon proberen. Niet ik, die ook bijna wit haar heeft. Nou ja, kijk, dat is wel handig als je dan van die kleurtjes in je haar wil hebben. Rick die leest er ondertussen tijd uit met zijn teksten. Als je wel leuke kleurtjes in je haar wil hebben, dan pakt het wel. Dan hoef je niet te ontkleuren. Wij hebben dat helaas wel. Wij moeten het wel inkleuren. En ze vinden natuurlijk mijn haar heel leuk, hè? Met al die plukjes zo hier zo. Dus ze wilden het graag een beetje hetzelfde. Dus ik heb ze gewoon een keer getrakteerd op een uitgebreide kapperaflevering. Kapperbehandeling. Ha, dank je. Dat was het. Blauw in bruin haar wordt groen. Ja, nee, maar ze hebben het dus gewoon geblondeerd. Dus dat komt goed. Wajo! Well bye, people! Ik ben verstopt achter Nienke en Annelien. Zo groot. Oh, dit is echt de ergste stream ever. Hey, jongens. Dank jullie wel allemaal voor het kijken, voor het doneren, voor door deze No Signal lavalamp chaos heen kijkend. Ik zit hier nog steeds met de ventilator naast me om mijn camera te koelen. Nou, vertel dit maar aan niemand, oké? Dat het zo chaos was vanavond. Maar we hebben wel lekker gekookt. Hey, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel weer terug in een volgende stream. Thanks allemaal voor het kijken en tot snel weer. Doei, fijne avond. Ik kan hem niet uitzetten. Ik kan mijn stream niet uitzetten. Oh no. Wacht jongens, ik ben er nog eventjes. Want ik kan mijn stream niet uitzetten vanuit hier. Want mijn hele streamlabs is gecrashed. Wacht. Ik ga het doen in YouTube. Ik ben er nog steeds. I'm still here. Ik ben er nog steeds. Oké, ik ga nu weg. Bye bye. Ha 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 ha.